Zo, de mensen stromen al binnen, Nienke. Ik zie iedereen inderdaad. Leuk. Superleuk. Ja. Nou, daar hebben echt ontiegelijk veel mensen zich aangemeld. Echt bizar. Ja. We gaan vandaag lekker aan de slag met een nieuwe kenniswebinar. Die worden vanuit de Oh My Pie Academy gegeven. Iedere maand hebben we een nieuwe gastspreker en vandaag is het Nienke, ook wel bekend als de poepdokter of de groene vrouw. Volg haar vooral eventjes op Instagram, Facebook of bekijk de website even. En de boeken moet je in huis hebben, want daardoor werd ik dus geïnspireerd om jou uit te nodigen vanavond. De boeken hebben mij vooral heel veel inzichten gegeven in van, oh, dus zo werken de darmen dus. Ik weet nog heel goed dat ik, nou, ik denk alweer 10 jaar geleden te horen kreeg dat ik de celiakie had. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, oké, nou moeten we dus glutenvrij gaan eten. Dat gaan we doen. En dan is het probleem dus verholpen. Maar toen begon mijn zoektocht pas echt. En liep ik er dus tegenaan dat mijn darmflora bijvoorbeeld helemaal uit balans was. Nou ja, nu hoor ik dat heel vaak om mij heen. Maar hoe pak je dat nou aan? En hoe kom je daar nou achter? En is daar een pilletje voor? Of hoe kan je dat zelf, wat kan je zelf doen eigenlijk? Met hele natuurlijke middelen. Nou, Nienke is vandaag de gast. Die gaat ons vandaag van alles vertellen. Tussendoor is er ook ruimte om vragen te stellen. Ja. En ook aan het eind. En wellicht kan Nienke zichzelf ook alvast even voorstellen. Zeker, ja. Dan gaan we lekker aan de slag. Lekker aan de slag, ja. En ik heb ook ik heb een presentatie voor jullie klaargezet. Dus die ga ik zo even delen. Dat is eigenlijk meer zodat ik een beetje lijn heb in mijn eigen verhaal. Want ik weet niet of je mij al een keer gezien hebt of dat je mij misschien kent. Maar ik ben een soort Duracell-konijn. Dus je gooit er een vraag in en er komt zo een keer antwoord uit. En dan ineens denk je, we beginnen bij de darmflora en we eindigen ergens op Mars of zo. Dus het is handig voor mij om zeg maar even daar een beetje een lijn in te hebben. Dus ik ga die presentatie ook met jullie delen. En als het goed is, kunnen jullie nu zowel mij als de presentatie zien. Even kijken. Ja, want de poepdokter, dat is mijn boek. Daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Nou, je darmen zijn je tweede brein. Die term heb je misschien wel eens gehoord. Ga ik je ook vertellen over hoe dat precies zit. En we gaan het natuurlijk hebben over gluten en wat voor invloed die kunnen hebben op de darmen. En ik denk ook dat het feit dat zoveel mensen zich hebben aangemeld. Nou, jullie zullen waarschijnlijk bijna allemaal glutenvrij eten of iemand in de nabijheid hebben die glutenvrij eet. Want anders zat je hier niet. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad van ervaart van, hey, dan gebeurt er iets in mijn buik als ik het wel eet. En hoe zit dat dan? En heb ik nou wel celiakie of heb ik het niet? En wat is daar het verschil tussen? En de dokter zegt dat ik gewoon maar volkorenbrood moet blijven eten, want ik heb geen celiakie. Nou, al dat soort vragen ga ik vandaag hopelijk voor jullie beantwoorden. Wat ik heel leuk vind, want ik ga zo even vertellen wie ik ben inderdaad en verder wat we vandaag gaan doen en hoe ik zo hier gekomen ben. Wat ik leuk vind is als je even in de chat, even gewoon niet een heel verhaal, maar in 1 of 2 woorden even zegt van, wat brengt hier? Wat wil je per se leren vandaag? En dan kan ik zorgen dat we dat zoveel mogelijk meenemen vanavond. Want ja, ik bedoel, ik zit hier voor jullie. Dus gewoon even in 1 of 2 woorden van, wat wil je echt heel graag weten vandaag? En dan ga ik de presentatie met je delen. Nou, voor het geval je mij nog niet kent. Mijn naam is Nienke Ottenbos. Inderdaad ook wel bekend als de groene vrouw en de poepdokter. Ik ben darmfloratherapeut en voedingskundige. Dus ik weet veel over wat er in je darmen gebeurt. Wat er in je spijsvertering gebeurt. Hoe alle bacteriën enzovoort in je darmen, nou ja, wat die allemaal aan het doen zijn. En wat voor invloed voeding daarop heeft. En mijn bedrijf is De Groene Vrouw. Dat bestaat ook uit een aantal takken. Dus ik heb een blog, zo ben ik eigenlijk begonnen. Er staan meer dan 500 blogs online, groenevrouw.nl. We hebben een academy, eigenlijk net zoals hier bij Marieke. Dus daar kun je ook dingen leren over je gezondheid. Er zitten wat cursussen in, wat masterclasses. We hebben een webwinkel waarin ik voedingssupplementen verkoop en natuurlijke verzorgingsproducten. En daarbij is mijn motto eigenlijk, ja, jij hoeft er niet meer over na te denken. Want dat heb ik al gedaan, omdat ik erachter kwam in mijn eigen zoektocht. Dat er ja, toch heel veel. Het is niet zo dat je de natuurwinkel binnen kan stappen en dat alles dan automatisch ook helemaal oké is. Er zitten soms nog steeds best wel ingrediënten in die je eigenlijk liever niet hebt. Of een calendula balsem waar dan 10% calendula in zit, waarvan ik denk, ja, dat kan toch ook 90% zijn, dan werkt het beter. Weet je zo, dus zo ben ik daar zelf mee aan de slag gegaan. Dus ik heb ook de supplementen uitgekozen op ja, goede werkzaamheid, dat er geen onzin ingrediënten in zitten, dat er geen rotzooi in zit. En dus op die manier, nou ja, wat ik zeg, jij hoeft daar dan eigenlijk niet meer over na te denken, want daar heb ik allemaal voor uitgeplozen.
En we hebben een praktijk. Dus als darmflorotherapeut, ik behandel zelf niet meer de mensen, dat werd te druk. Maar ik heb 4 therapeuten die dat voor mij doen. En wij werken eigenlijk altijd vanuit ontlastingonderzoek. En dat komt omdat als iemand tegen mij zegt, ja, ik heb een opgeblazen gevoel. Ja, dan kan ik zomaar 5, 6, 7 oorzaken bedenken die dat zouden kunnen zijn. En dat weet je pas wat dat daadwerkelijk is. Hey, poes. Als je daar ontlastingonderzoek of bloedonderzoek op doet. Nou, we gaan straks ook nog even wat dieper in op die onderzoeken met betrekking tot alle reacties die je kunt hebben op gluten. Ja, en ik schrijf wel eens een boek. De poepdokter, ja. Ik heb er inmiddels 5 geschreven, maar er staan er 3, want de eerste en de laatste zijn dezelfde en de tweede is niet meer verkrijgbaar. Nou, maar de poepdokter Gezond van Mond tot Kont, die kwam 5 jaar geleden voor het eerst uit. En ja, ik ben darmflorotherapeut, dus ik zie heel veel zieke mensen. Dus ik dacht, ja, weet je, heel veel mensen hebben darmklachten, maar ik zal wel een soort gekleurde bril op hebben. Maar toen dat boek uitkwam, zagen we wel dat er echt heel veel mensen zijn die dit een interessant onderwerp vinden. Want wij gingen lanceren op een maandagavond in mei 2016. En daarvoor begonnen al die media al, weet je, al te bellen en te doen. Dinsdagavond. En woensdagavond zat ik bij Humberto Tan aan tafel bij RTL Late Night. En die had toen nog 1,5 miljoen kijkers. Dus ja, die man die nodigt je vast niet uit als er maar 3 mensen zijn die het interessant vinden. En dat zien we ook wel. Er zijn inmiddels meer dan 50.000 boeken verkocht. Dat betekent dat het echt een bestseller is. Vind ik dat wel leuk dat je dan. Je hoort overigens tussen door de poes die aan haar dingetje aan het krabben is. Als je denkt, wat is dat? En ik heb hem helemaal geüpdate vorig jaar, want het was 5 jaar terug. En dit is een onderwerp wat zo op het scherpst van de wetenschappelijke snede zit, dat er elke dag nieuwe onderzoeken uitkomen over die darmflora, over de invloed die het heeft op je lichaam. Ja, en ik wist natuurlijk wel 5 jaar terug van, joh, daar moet een keer een update voor komen. Dus ik heb hem vorig jaar helemaal geüpdate. Meer recepten erin, ook meer bijvoorbeeld oefeningen. Het gaat een stukje meer over bijvoorbeeld stress, gaan we straks ook nog even naar kijken. En natuurlijk, ja, ik vind ook dat ik ben ook 5 jaar verder, dus ik kan het ook veel beter uitleggen. Dus ik heb hem helemaal herschreven. Dus die is er. Als je hem nog niet hebt, dan zou ik zeggen, is het echt wel, als je meer wil weten over die darmen, dan is het echt een aanrader. En als je de oude hebt, dan zou ik zeggen, geef die lekker aan de buurvrouw en koop de nieuwe, want die is gewoon eigenlijk wel echt beter. De Poepdokter Junior kwam een paar jaar daarna en gaat vooral over de hele belangrijke periode rondom de zwangerschap, babytijd, kindertijd. En want dan wordt de darmflora echt opgebouwd. En Gezond van Kop tot Teen, die schreef ik samen met Ralf Moormand. Velen van jullie vast ook wel bekend van De Hormoonfactor. En Juchlen Zwaan van A Healthy Life. Omdat we zeiden, ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar over mijn darmen en Ralf's hormonen en Juchlen's supplementen. Het is een heel plaatje. Je lichaam is een heel plaatje. Dus dit is eigenlijk een beetje het biologieboek wat je vroeger op school had willen hebben, maar dan niet saai, zeg maar. Dus het gaat over het hele lichaam en hoe al die systemen op elkaar ingrijpen. Dat is even waarom ik de poepdokter word genoemd en waarom ik denk dat ik hier het een en ander van af weet. En voor mij zijn er 3 belangrijke pijlers onder je gezondheid. En dat zijn je voeding, je leefstijl en je darmflora. Darmflora heet officieel microbioom. Ik gebruik die woorden altijd een beetje door elkaar. Ik vind darmflora, dat bekt wat lekkerder. Veel meer mensen kennen dat microbioom, klinkt wat medischer, maar het betekent dus hetzelfde. Ja, en dat je natuurlijk een beetje gezond moet eten en af en toe moet bewegen om gezond te blijven, dat snapt natuurlijk iedereen wel. Maar dat microbioom, die darmflora, is zo'n belangrijk onderdeel hiervan dat het voor mij echt bij die basispijlers hoort. En ze hebben ook allemaal invloed op elkaar, want op het moment dat je niet goed eet, dan gaat je darmflora dus onderuit. Ik ga je straks laten zien dat bijvoorbeeld heel veel energie kan kosten. Nou, dan heb je niet meer de puf om lekker buiten te gaan bewegen. Of om gezond voor jezelf te koken. Is het toch makkelijker om even die diepvriespizza in de oven te schuiven. Ja, dan krijg je een soort negatieve spiraal. Waarin het elkaar eigenlijk allemaal, ja, afbreekt. Weet je, waarin het elkaar allemaal ondermijnt. En het mooie is, als je dat eenmaal weet, en bijvoorbeeld inderdaad de ontdekking, ik kan niet tegen gluten, kan daar een hele belangrijke stap in zijn, dan kun je er een positieve spiraal van maken, waarin het elkaar juist allemaal gaat ondersteunen. En je zult zien dat je dan meer energie gaat krijgen en meer zin om, hè, gezond te leven en meer ontspanning kunt vinden enzovoort. Nou, wat we vandaag gaan doen, ik wil jullie graag een beetje biologie bijbrengen. Van misschien is de middelbare school niet helemaal eergisteren, maar iets langer geleden. Maar we gaan het even hebben over je spijsvertering. Want darmklachten komen niet alleen maar uit je darmflora vandaan. Daar zit nog een heel stuk vertering voor.
We gaan natuurlijk wel ook naar die darmflora kijken en wat al die bacteriën voor je doen. We gaan ook kijken wat voor reacties je allemaal kunt hebben op gluten. En hoe je erachter komt wat is. En ik ga je vertellen wat je kunt doen om zelfs zonder zeg maar, de vezels uit verkoren, toch ook je darmflora zo gezond mogelijk te houden. Druk programma. Ik ben altijd, ja, mensen zeggen altijd, oh, je vertelt zoveel. Dat is ook zo. Maar dan denk ik, dan heb je in ieder geval waar voor je geld in dit gratis webinar. waar voor je tijd. Dan is het je tijd in ieder geval waard. Ik denk dat we ongeveer zo vanaf nu nog een, nou, wat zal het zijn, een uurtje, een uur en een kwartier bezig zijn. Misschien als er vragen zijn nog net iets langer. Maar het wordt ook opgenomen, Marieke. Dus ja. Als je eerder weg moet of je bent moe, dan kan je altijd later de opname terugkijken. En ik denk dat we tussendoor even ergens een punt pakken om 5 minuutjes plaspauze en kopjes thee pakken en dat soort dingen te doen. Dus dan weet je wat je te wachten staat. De spijsvertering. Als ik in een zaal sta, wat nu natuurlijk allemaal niet mag, maar normaal gesproken sta ik voor zalen, en dan vraag ik altijd, waar begint je spijsvertering? En dan zeggen mensen, ja, in je mond. Nou, dat lijkt heel logisch, maar eigenlijk begint het al daarvoor. Als je eten ziet, als je eten ruikt, als je eten, nou ja, proeft, zit het al in je mond. Maar denk maar aan dat je om zo tegen etenstijd langs een restaurant loopt. Ja, nogmaals, nu heb je daar niets te zoeken, maar als het weer mag, je loopt langs een restaurant en je ruikt die geuren die uit de keuken komen. Dan begint het water je al in de mond te lopen. En dat is eigenlijk je lichaam die zich al aan het voorbereiden is op, er komt straks voedsel aan en dat voedsel moet verteerd worden. Dus er wordt speeksel aangemaakt, er wordt maagzuur aangemaakt, ga ik straks allemaal laten zien. Alle spijsverteringsstappen worden aangemaakt. En dat is heel belangrijk, omdat als je namelijk niet in de spijsverteringsstand staat, dan wordt je voeding ook minder goed verteerd. En bijvoorbeeld tegengesteld aan de spijsverteringsstand is de stressstand. En dus de spijsverteringsstand wordt wel rest and digest genoemd. En de stressstand fight and flight. En dat herken je vast wel. Als stress is, inderdaad, je loopt door de jungle, er staat ineens een tijger voor je neus. Ja, dan moet je rennen of vechten. Maar ik zou dan rennen. En dat betekent dat er bloed en energie naar je hersenen en naar je spieren toe moet. Want je moet kunnen nadenken en je moet kunnen wegrennen. Nou, op dat moment gaat er dus niet energie naar je spijsverteringsstelsel om even lekker een boterham te gaan zitten verteren. Ja, en dat betekent dat je ook in die stressstand eigenlijk niet genoeg je voeding optimaal verteert. En dat je dus ook niet je voedingsstoffen optimaal kan opnemen. Sterker nog, er worden voedingsstoffen verbruikt, want die gaan allemaal naar die spieren toe. Dat is dus niet een optimale situatie om in te eten. Maar wat is nou het probleem? Dat wij heel vaak in 2022 in de stressstand staan. Want je moet werken, je hebt je kinderen thuis, je moet misschien nog voor iemand zorgen. Je hebt, weet ik veel, verantwoordelijkheden, je huis staat onder water, I don't know. Weet je, er is van alles aan de hand waardoor wij in de stressstand staan. En dat betekent dat er eigenlijk veel te weinig rest and digest tijd is. Ja, en zeker als je iemand bent die zeg maar de gewoonte heeft om tijdens de lunch zeg maar even snel iets naar binnen te werken achter je computer, ja, dan ben je niet in de ruststand. En dus kan je je voeding ook niet goed verteren. En dat betekent ook dat je daar klachten van zou kunnen krijgen. En bijvoorbeeld, als je niet goed koudt, dan kan de vertering, de rest van de vertering, kan eigenlijk alleen maar, ja, een beetje langs de randjes van die veel te grote brokken knabbelen, als het ware. En dat betekent dat je ook niet alle voedingsstoffen goed opneemt, maar ook dat de voeding niet verteerd wordt tot voedingsstoffen. En bijvoorbeeld eiwitten, die moeten verteerd worden tot aminozuren. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan gaat de darmflora straks met die hele eiwitten nog aan de slag. En dat is het moment dat je daar ook klachten van kunt krijgen. Dus kauwen is echt een heel belangrijk onderdeel ook van dit verhaal. En dat is natuurlijk iets waar je zelf gewoon invloed op hebt. En dus neem echt de rust en de tijd om te eten. En dan vind ik ook, ja, weet je, niet je bordje leeglepelen voor Netflix, zo een beetje gedachteloos. Maar probeer ook eens van, goh, als ik nou aan het kauwen ben, en zeker als je bijvoorbeeld glutenvrij eet en je eet wat meer groente, dan zul je dat wat sneller merken, of dan is het eigenlijk nog belangrijker. Want als je gaat kauwen en je krijgt de neiging om door te slikken, wacht dan even en voel dan eens met je tong van, ja, hoe groot zijn eigenlijk die brokjes die ik nu door wil slikken? Of moet ik hier misschien nog een paar keer langer op kauwen om er echt, zeg maar, een beetje, ja, moes van te maken? Want ja, heel flauw gezegd, maar in de rest van je spijsvertering zitten gewoon geen tanden. Dus het moet hier wel echt gebeuren. En hier begint natuurlijk ook al een deel van de spijsvertering, namelijk die van de koolhydraten. Vervolgens, als je het hebt doorgeslikt, gaat je voedsel naar je maag en daar gaat het maagzuur ermee aan de slag. En het maagzuur is super belangrijk, want maagzuur helpt je om de eiwitten te verteren.
En het is een verdediging tegen eventuele ziekteverwekkers die op dat voedsel zitten, dus bijvoorbeeld parasieten. Heel veel mensen denken bij maagzuur aan brandend maagzuur. Maar brandend maagzuur, en dat ze dan te veel maagzuur hebben. Maar brandend maagzuur is eigenlijk vaak eerder een symptoom van tekort aan maagzuur dan van te veel maagzuur. Want dan blijft het eten namelijk te lang in die maag hangen. En dat is het moment dat het een beetje omhoog gaat komen in die slokdarm. En dat is waar je dat brandend maagzuurgevoel van krijgt. Dus als je dan bijvoorbeeld maagzuurremmers gaat slikken, dan maak je het probleem alleen maar erger. Want dan gaat die vertering alleen maar verder achteruit. En dan zal je ook zien dat je veel makkelijker andere darmklachten krijgt. Dat is iets waar ik nu niet al te diep op in kan gaan. Want we hebben gewoon niet de hele avond de tijd. Hè, maar als je dat interessant vindt, dan staat er in het boek gewoon nog heel veel informatie ook over. Vervolgens gaat het voedsel door naar je dunne darm. En daar gaan de enzymen uit de afvliesklier mee aan de slag en de gal uit de lever. Nou, gal, dat kun je zien als een soort afwasmiddel. Dus dat breekt vet af in kleine bolletjes, zodat vervolgens de enzymen van de alvleesklier daar mee aan de slag kunnen. Om er dus van de eiwitten aminozuren te maken en van de koolhydraten losse monosaccharides en van de vetten kleine losse vetzuurtjes. En dat zijn eigenlijk pas de stoffen die je kunt opnemen. En daarom zie je ook, daarom is die dunne darm ook zo ontzettend lang, want die voedselbrei, zeg maar, die reist daar doorheen, het wordt langzaam afgebroken. Ja, en dan wordt het eigenlijk opgevangen door de darmvlokken. Als je celiakie hebt, dan ken je dat woord, de villi. En die darmvlokken, dat zijn hele kleine, hè, want je ziet die kronkelige darm daar. En aan de binnenkant daarvan zitten er nog kleinere uitstulpingjes. En nog kleiner, tot je eigenlijk een soort zeewierachtige structuur overhoudt, ongeveer één celletje groot. En dat zijn de darmvlokken. Dat is waar het voedsel wordt opgenomen, je lichaam in. En ik vergelijk het altijd met zeewier, dus dat moet een beetje zo wieren en dan vangt het zo een vitamine en een aminozuurtje en dat slokt het zo op en dat wordt netjes ingepakt zodat het door het lichaam heen kan reizen. Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld celiakie hebt of sommige andere vormen van glutenovergevoeligheid ook, dan zullen die darmvlokken gaan beschadigen. En dat kan zich wel weer herstellen, maar dat betekent dat je veel minder voedingsstoffen ook opneemt. En daarom zien we ook bij kindjes die celiakie hebben, zeg maar voordat dat wordt ontdekt, dat ze vaak een verhindering hebben van de groei. Dat ze niet zo goed groeien en niet zo goed ontwikkelen als dat eigenlijk de bedoeling is. Nou, ook als je geen celiakie hebt, zijn die darmvlokken belangrijk. Want ik zei al, het is een soort zeewier. En zeewier kan natuurlijk alleen maar, zeg maar, zeewieren als het vochtig is. Nou, sta jij bijvoorbeeld op nadat je de hele nacht hebt geslapen. Ja, het droogt nooit helemaal uit, maar dan ligt het een beetje slap tegen de wand aan. En wat doe je dan? Dan ga je als eerste een glas water drinken. Want daarmee rehydrateer je dat zeewier. En dan kan het gewoon veel meer voedingsstoffen opnemen. Dus dan weet je een beetje wat er zo in de dunne darm gebeurt. En dit zijn hele belangrijke processen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld te weinig enzymen aanmaakt in je alvleesklier, dan zul je zien dat eigenlijk de vertering van alle voedingsstof, van alle voeding gaat gewoon onderuit. En dat kan klachten geven die lijken op bijvoorbeeld een allergie. Dus jij denkt dan van, oh, ik kan ergens niet tegen. Maar ja, de ene keer dat ik kaas eet gaat het wel en de andere keer gaat het niet. En dan krijg ik toch klachten. Hoe zit het nou? Heel vaak is dat bijvoorbeeld een probleem van de enzymen. Ja, of dat je als mensen zeggen van, ik begon met één of twee dingen waar ik niet zo goed tegen kom, maar het lijkt wel steeds erger te worden en nu kan ik bijna nergens meer tegen. Nou, daar kan je immuunsysteem een rol bij spelen. Maar heel vaak is het ook zo dat je het gewoon niet goed verteert. En dat zorgt echt voor allerlei ellende. En uiteindelijk, nou, dan is dat helemaal door die dunne darm heen gereisd. En dan komt het aan bij de dikke darm. Dat zag je eigenlijk iets beter nog op het vorige plaatje. Dat witte, zeg maar, dat is dan de dikke darm. En de dikke darm, die voedselbrei, dat is nog een hele vloeibare. Het is eigenlijk gewoon diarree, zeg maar. Het is een vloeibare brei. En in de dikke darm wordt het vocht daaruit gehaald. En met dat vocht nog wat nuttige mineralen en andere stoffen. En dat betekent dat als op het moment dat jij vaak bijvoorbeeld dunne ontlasting hebt, dan is dat proces niet goed gegaan. Dan is dat voedsel niet lang genoeg, of de poep. Ik weet nooit precies van waar houdt het op met voedsel zijn en waar is de poep. Maar goed, ergens daartussenin. Die brei die is dan niet lang genoeg in die dikke darm geweest. En dat betekent eigenlijk altijd dat je lichaam een reden heeft gehad om te denken, nou, ik weet niet wat hier van binnen gebeurt, maar het moet er nu uit. Daar gaan we straks nog wat dieper op in. Maar dat betekent dus ook dat je vocht kwijtraakt, wat je niet per se kwijt had hoeven raken, en ook dat je niet alle mineralen opneemt. En in die dikke darm, daar zit eigenlijk pas de darmflora. Dus pas die laatste 1 tot 1,5 meter, dat is eigenlijk pas waar de darmflora zich bevindt. En dat zijn miljarden, miljarden, miljarden bacteriën. En onder andere bacteriën, want er zitten ook virussen in, parasieten, gisten. En dat hoort er eigenlijk allemaal gewoon bij.
Het is zelfs zo dat hoe meer diversiteit je in je darmen hebt, dus hoe meer verschillende soorten, hoe beter het is. Maakt het nog niet eens zo heel veel uit welke soorten dat zijn. Er wordt wel gesproken over goede bacteriën en slechte bacteriën, maar eigenlijk mag je dat niet helemaal zo zeggen. Het gaat veel meer om de balans. En dus uiteindelijk gaat het om, houden ze elkaar in balans? Want het is een soort jungle, een heel eigen ecosysteem. En dus je moet je voorstellen, de een die eet de ander, en de ander die maakt stoffen waar die zich weer lekkerder bij voelt, en die maakt weer stoffen waardoor die niet te veel kan uitgroeien tot een te grote kolonie. En zo houdt dat elkaar allemaal in balans. En dat zijn, nou ja, dat 700 tot 1000 moet je me niet op vastpinnen, want iedere keer als ik het opzoek is dat cijfer weer veranderd. Hoeveel stammen wij nou eigenlijk hebben? Volgens mij zijn er een stuk of 5000 die we zeg maar zouden kunnen hebben, en heb je er daar, nou ja, 300 tot 1000 ongeveer van in jouw eigen darm zitten. En die samenstelling is echt zo uniek als een vingerafdruk. Dus ja, dat is heel, ja, heel boeiend dat dat voor iedereen verschillend is. En daarom denk ik ook wel eens van, ja, wij doen wel eens alsof er één dieet precies hetzelfde kan zijn voor iedereen. Of dat er één probiotica-pil precies voor iedereen zou moeten werken. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. En je moet je voorstellen dat als jij bepaalde bacteriën in je darmen brengt, en wat de industrie doet natuurlijk heel erg zijn best om te patenteren. Dus die willen dan Lactobacillus acidophilus WX81i, precies die. Daar gaan ze onderzoek mee doen en dan wordt er aangetoond, ja, daar heb je dan, krijg je minder darmklachten, bijvoorbeeld. Alleen, die komt bij jou in een darm waar een hele unieke samenstelling van bacteriën, en daar heeft hij misschien wel een ander effect dan bij de buurvrouw die weer een andere samenstelling heeft. Dus daarom kun je ook, je kunt ook niet zeggen van, oh, we gaan je darmflora meten, je hebt tekort aan die stammen en dan gaan we die erbij doen en dan is het klaar. Weet je, zo werkt dat gewoon niet, helaas. Je moet je voorstellen dat je ongeveer net iets meer evenveel bacteriën hebt dan eigen menselijke cellen, maar dat je 100 keer meer bacterieel DNA hebt dan eigen menselijk DNA. En dat er zelfs 40 keer meer bacteriën in en op jouw lichaam zitten dan dat er sterren zijn in het universum. Dus je kunt je voorstellen dat er, ja, enige impact is van, zeg maar, deze bewoners die jij de hele dag met je mee zult. En je hebt niet alleen een darmflora, je hebt ook een mondflora, een oogflora, een huidflora, een nagelflora en een navelflora en een linkeroorlelflora en een rechteroorlelflora die ook nog allebei verschillen van elkaar. Misschien ook nog interessant om te weten dat daar waar je rechterneusgatflora het meest op lijkt, is namelijk op je rechterwijsvingerflora. Dat is wel grappig, maar is ook waar. Dus, dan weet je dat. Ik mors van de weeromstuit met mijn thee. Ja. hoe kom je nou eigenlijk aan die bacteriën? Hoe komt dat in je lichaam? Nou, de meeste mensen weten wel, je krijgt ze eigenlijk van je moeder. En dat gebeurt tijdens de geboorte. Ja, dus dat noemen we de eerste kolonisatie. Zelfs al in de baarmoeder zit al een eigen microbioom. En dat zorgt ervoor dat tijdens de zwangerschap er eigenlijk een soort primerlaagje, een soort laagje grondverf over die baby heen wordt gelegd. Waardoor als de baby geboren wordt en echt, zeg maar, langs de vagina en de anus van de moeder komt, dan krijgt hij de grootste hap bacteriën mee. En hoe gezonder de darmflora van de moeder is in de zwangerschap, hoe gezonder haar baarmoederflora is en hoe gezonder ook die eerste kolonisatie eigenlijk kan verlopen. En ja, wij vinden dat, mensen kijken er altijd een beetje vies van, oh, langs de vagina en de anus van de moeder, nou, moet dat nou? Maar wij lossen dat nog best wel heel netjes op. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de olifanten, als er een babyolifant geboren wordt, dan leggen alle moeders en tantes en oma's van de stam, die leggen één hele grote berg stront. En daar wordt hij dan doorheen gerold. Oh, echt? Ja, echt. Ja. Cool. Ja, zo gaat dat bij de olifantjes. Maar ik vind dat altijd leuk om te vertellen, omdat ik denk, ja, weet je, die dieren weten natuurlijk helemaal niks van de darmflora of van gezondheid of wat wij hier allemaal staan te vertellen. Maar dat zij dat instinctmatig dus al doen, vind ik een teken van hoe belangrijk dat eigenlijk is. Dus ja, dat is voor ons ook, want wij doen eigenlijk zeker op dit moment, maar eigenlijk de afgelopen, nou ja, paar decennia, een heel groot experiment van hoe kunnen we met zo weinig mogelijk bacteriën leven. Want we lopen de hele dag met doekjes, met Dettol en desinfectiespray en toestand en weet ik veel wat te zwaaien. En ik kan je vertellen, dat experiment gaat niet super goed eigenlijk. Want we zien een enorme stijging in allergieën, overgewicht, diabetes. Nou, ik ga je straks allemaal vertellen waarom dat onder andere met die darmflora te maken heeft. Ja.
Die darmflora gaat zich ontwikkelen, dus de baby die krijgt de eerste hap bacteriën mee. Dan vervolgens ook met de borstvoeding is eigenlijk de tweede kolonisatie, want ook vanuit de borst worden er heel veel bacteriën meegegeven die baby in. En dat is, die krijgen ook gelijk hun lunchpakketje mee. Dus er zitten ook weer suikers in die dan de bacteriën kunnen gaan eten, zodat ze goed kunnen groeien. En het is heel belangrijk, zeker in die eerste 2 jaar, maar eigenlijk natuurlijk ook daarna nog, dat je contact hebt met levende bacteriën. En ook met parasieten en virussen enzovoort. Want daar traint het immuunsysteem zich mee. En daar bouwt ook de darmflora zich mee op. Weet je, wij zitten zeker ook nu weer in een tijd waarin het lijkt alsof virus een heel eng woord is. En ze allemaal ons dood kunnen maken. Maar 99,99% van die virussen en bacteriën zijn neutraal of zelfs gunstig voor ons. Dus die ene waar we dan bang voor zijn. Daarvoor gaan we dan, alles vermijden. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er straks gebeurt als we allemaal weer losgelaten worden. En gewoon weer met elkaar kunnen omgaan. Omdat ons immuunsysteem is nu ook al 2 jaar lang niet echt getraind. Snap je? Dus het is heel belangrijk dat zowel kinderen als volwassenen gewoon in contact komen met levende bacteriën. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je bijvoorbeeld door gewoon de natuur in te gaan en lekker smerig te worden. Dus kindjes moeten ook gewoon lekker vies worden. Hier, dit is modder overigens, wat je hier ziet. Maar gewoon lekker vies mogen ze worden, weet je. En we weten bijvoorbeeld dat kindjes die opgroeien op een boerderij veel minder kansen hebben op de ontwikkeling van eczeem, astma en allergieën. Omdat ze veel meer in contact komen met de aarde, met de dieren en alle micro-organismes die daarop leven. Nou, vervolgens blijft die darmflora eigenlijk bij je totdat je een jaar of 50 bent. Daarna ook nog, maar dan zien we dat de productie van maagzuur wat afneemt. Dat de productie van enzymen wat afneemt. En dat ook de samenstelling van die darmflora minder gunstig eigenlijk wordt. En je ziet ook vaak dat mensen dan zeggen van, doe maar niet een biefstukje, want dat verteert niet lekker. Doe maar een stukje vis of zo. Dat gaat dan makkelijker. En eigenlijk vraag ik me af of dat iets is wat van nature bij de mens hoort. Of dat het komt omdat we de eerste 50 jaar gewoon niet goed voor onze darmen hebben gezorgd. Want ja, dan zie je ook dat natuurlijk het risico op bijvoorbeeld ernstige darmaandoeningen veel meer toeneemt als jij al 30 jaar loopt te klooien met je darmen en altijd maar een beetje opgeblazen gevoel hebt en altijd maar een beetje wisselende ontlasting hebt, altijd maar een beetje gepruts. Of als jij de eerste 50 jaar van je leven eigenlijk nergens last van hebt gehad en gewoon heel gezond hebt gegeten. Weet je, het is, je kan nooit zeggen van iets is iemand zijn eigen schuld, maar je hebt wel een eigen verantwoordelijkheid om goed voor je lichaam te zorgen. En dan zal je echt wel zien dat het langer meegaat in de meeste gevallen. En in ieder geval, mocht je boven de 50 zijn en je merkt inderdaad van, bij mij is die darmgezondheid toch ook wel wat aan het veranderen. Dan is het denk ik gewoon zaak om daar extra op te letten en extra goed mee bezig te zijn. En door bijvoorbeeld gezonder te gaan eten en eventueel probiotica bij te slikken enzovoort. Het is misschien ook goed om eventjes te delen met jullie. Hoe hoort het er dan eigenlijk uit te zien in de wc-pot? De afdeling vieze praatjes. Want er rust toch nog een beetje een taboe op. En ik snap ook wel dat je niet bij de buurvrouw op de koffie gaat en zegt, wat lag er bij jou in de pot vanochtend, Truus? Weet je, dat doe je niet. Maar tegelijkertijd kan dat taboe er wel voor zorgen dat je soms dingen niet in de gaten hebt. Omdat klachten meestal niet van de een op de andere dag ontstaan. En dat zul je misschien zelf ook wel ervaren hebben, zeker als je op welke manier dan ook niet tegen gluten kunt. Dat het was niet zo dat je eerst nergens last van had en op woensdag en op donderdag ineens helemaal vol met klachten zat. Dan zat je natuurlijk al heel snel bij de huisarts. Maar meestal neemt dat geleidelijk aan toe. En daardoor kunnen we soms best wel ernstige dingen gaan normaliseren, ook omdat we het er niet over hebben met elkaar. Dus ik heb wel eens een blog geschreven bijvoorbeeld over ontlastingproblemen. En toen zei iemand als reactie eronder, ik heb wel eens bloed bij mijn ontlasting, heb je een tip? Ik zei, mijn tip is om gisteren naar de huisarts te gaan. Maar het begint natuurlijk een keer met een veegje, denk je, dat is aan de hand. En op een gegeven moment, dus het is zo belangrijk om je daar bewust van te zijn. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik heb geen darmklachten. En dan ga je verder vragen, ik heb wel eens opgeblazen gevoel, maar dat heeft toch iedereen wel eens? Of verstopping, maar dat zit bij ons in de familie. Maar dat je niet realiseert dat er dus niet bij hoort. Nou, want hoe hoort het er eigenlijk uit te zien? Dit wat je hier ziet is de Bristol Stool Chart. Dat heb ik niet bedacht, dat bestaat gewoon. En daarop kun je eigenlijk objectief aangeven van hoe ziet het er dan bij mij uit.
Nou, zie je bovenaan type 1, type 2, hè, dus de konijnenkeutels en nou ja, een beetje wat wij in professionele vaktermen noemen de duikboot, zeg maar. En dit is eigenlijk echt verstopping. Vaak kun je niet elke dag naar de wc. Het doet vaak pijn ook om dit eruit te werken. En verstopping is eigenlijk bijna altijd een gebrek aan vocht, aan vezels of aan vetten. En vetten zijn natuurlijk iets wat we heel lang, wat ons heel lang verteld is dat het ongezond is, maar dat is eigenlijk niet waar. Vetten heb je ook gewoon nodig. Dus dat is wel belangrijk dat je die ook blijft eten. En vezels, daar gaan we zo meteen heel super uitgebreid op in. Nou, aan de onderkant heb je type 5, 6, 7. De afdeling pindakaas tot bruine bonensoep, zeg maar. En ik zei al, dat is ja, richting dunne ontlasting, diarree. Of ongevormde ontlasting, of als je altijd heel vaak moet vegen bijvoorbeeld. Dat is een teken dat jouw lichaam heeft gedacht, nou, hier zit iets en het moet er gewoon zo snel mogelijk uit. En het kan zijn dat dat bijvoorbeeld is omdat jij in Spanje op vakantie was en je was om 3 uur 's middags had je honger en je nam paella van zo'n steentje wat al de hele dag in de zon had gestaan. Ja, en je zit 3 dagen lang op de wc van de hotelkamer. Dan snap je natuurlijk wel waar dat vandaan komt. Maar heel veel mensen hebben dit chronisch. Dus niet dat je echt helemaal leeg loopt, maar dat je toch een beetje fluffy, breiige ontlasting hebt. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het komt omdat je parasieten hebt of andere ziekteverwekkers in je darmen. Of omdat je bijvoorbeeld allergieën en overgevoeligheden hebt. En daar is natuurlijk gluten er ook een van. Het verschil met andere overgevoeligheden is dat bijvoorbeeld een overgevoeligheid voor melk of voor eieren, dat zorgt bijna altijd voor dunne ontlasting. En bij gluten kan het alle kanten op. Dus dan kan het verstopping zijn, of dunne ontlasting, of wisselende ontlasting, of slijm bij je ontlasting, of zelfs tot bloed aan toe. Dus gluten neemt wel echt een beetje een aparte plek in, zeg maar, onder alle andere overgevoeligheden. Nou ja, en dus wat hoort wel? Je hoort type 3, type 4 te hebben. Dus eigenlijk een mooi gevormd worstje, waarbij je niet de halve rol wc-papier nodig hebt om schoon te worden. Eigenlijk zou het, ja, is het de bedoeling dat je gewoon 1 keer veegt voor de vorm, maar dat het niet eens per se nodig zou zijn. En je mag er geen last van hebben. Dus geen buikpijn, geen kramp voordat je naar de wc moet of nadat je naar de wc bent geweest. Ook niet een opgeblazen gevoel. Dus heel veel mensen zeggen dus inderdaad, ja, 's ochtends dan heb ik maat 38 en 's avonds heb ik maat 44, want dan is die buik zo opgeblazen. Ja, dat is echt een vraag ook die heel veel binnenkwam. Heel veel. Waar komt het vandaan? Nou, ik zei al, dat kunnen zomaar 5, 6, 7 verschillende oorzaken zijn. Als je het echt zeker wil weten, dan zul je toch ontlastingonderzoek moeten doen. Maar in mijn ervaring is bijvoorbeeld een enzymgebrek is echt nummer 1. Iets met suikers, dus of dat je te veel suiker eet, of dat je je suikers niet goed kunt verteren, is eigenlijk nummer 2. En gluten is ook hier echt wel weer een belangrijke boosdoener. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste oorzaken voor een opgeblazen gevoel. Ja, en we hebben natuurlijk allemaal tegenwoordig van die mooie plons-wc's. Maar ja, het is niet de bedoeling dat die ontlasting blijft drijven. Dan zitten er vaak te veel gassen of te veel vetten in. Dus het kan zijn dat je dan je vetten niet goed verteert. En het is ook niet de bedoeling dat die aan de pot blijft plakken. Ja, dus als dat veel gebeurt, dan zou ik dus echt als eerste denken aan gluten. Ja, als je hele plakkerige ontlasting hebt, als je altijd met die wc-borstel in de weer moet, of als je dus, nou, 10 keer moet vegen voordat je schoon bent. En dat heeft ermee te maken, ja Marieke, dat heb jij misschien de mensen ook wel eens verteld, maar gluten, het woord gluten komt van het Latijnse woord gluten, dat betekent lijm. En dat komt omdat gluten een lijmstof zijn eigenlijk in die granen. En dat is ook waarom mensen er zo dol op zijn. Want dat, ja, het maakt alles lekkerder. Ja. Alles lekkerder en makkelijker en luchtiger. Want door die lijm, ja, dan kan er meer lucht in. En dan kun je croissantjes bakken die niet aan water vallen. En weet je, dus het zijn super fijne stoffen. Alleen, als je er niet goed tegen kunt, of je kunt het niet goed verteren, dan blijven die lijmstoffen eigenlijk nog tot in de wc-pot, zeg maar, hun lijmfunctie behouden. En dat zorgt dus voor plakkerige ontlasting. En ik zie echt wel wat ik zeg, ja, plakkerige ontlasting en verstopping en dunne ontlasting zijn, voor mij zijn gluten echt een van de usual suspects. En er zijn nog een aantal andere die klachten veroorzaken. Maar als mensen tegen mij zeggen, ja, plakkerige ontlasting, dan, nou, wij doen eigenlijk altijd glutentest sowieso standaard, wel bij iedereen. Maar dan zou ik dat sowieso doen. Ja, dus de andere usual suspects zijn bijvoorbeeld eieren, melk, noten en soja. En wat we tegenwoordig zien is dat ook mais bijvoorbeeld heel erg aan het opkomen is. Omdat je ziet dat overgevoeligheden eigenlijk altijd ontstaan op de dingen die je het meeste eet.
En ja, gluten, dat eten we natuurlijk gigantisch veel. Ja, wij allemaal niet meer, maar de rest van de mensen wel. Dus daar ga ik zo nog even wat meer over vertellen. Ja, en tot slot, wat kan er allemaal nog meer mis zijn met je ontlasting? Kijk, ik snap ook wel dat het niet naar rozen ruikt. Zelfs, heel eerlijk gezegd, bij mij op de wc, als ik naar de wc ben geweest, ruikt het ook niet naar bloemetjes. Maar als het ruikt alsof er een soort van chemische oorlogvoering heeft plaatsgevonden op de wc, dan gaat er ook echt iets niet goed. En dat is heel vaak de eiwitvertering die niet op orde is. En dan krijg je stoffen, als de eiwitten niet verteerd worden door bijvoorbeeld de enzymen, dan komen ze aan bij de darmflora, dan gaan die bacteriën ermee aan de slag en die maken dan stoffen aan, met name als cadaverine. Nou, je kunt je voorstellen waar die naam vandaan komt en hoe dat dan ongeveer ruikt. En dus als je echt, ja, ik bedoel, het ruikt niet lekker, maar als je echt denkt, wat is hier gebeurd, en laat de komende 2 uur maar even niemand het kleine kamertje ingaan, dan weet je dat er ook werk aan de winkel is en dat dat dus toch niet dan helemaal zo hoort. Even samenvatten, want ik heb alweer heel veel gepraat, merk ik. Belangrijk is dus dat je gaat eten als je lichaam in de ruststand staat. Dus in de spijsverteringsstand en in ieder geval niet in de stressstand. Want dat is echt omgekeerd evenredig aan elkaar. En die twee kunnen niet samen. Dat je goed koud, dat je... Oh, ik denk dat Nienke vertrokken is. Ze komt eraan. Even kijken hoor. Ze komt eraan. Ze is denk ik even de internet kwijtgeraakt. En dan gaan we zo weer verder met de presentatie. Ik zal even kijken hoor. Het is altijd lastig met de techniek. Ook al hebben we hier kabelverbinding en overal zijn we op voorbereid. Het is even wachten totdat ze weer terugkomt. Ja, en ondertussen, als je even naar de wc moet of als je even thee wil pakken, kun je dat ondertussen al doen. Ik denk dat Nienke er zo aankomt. Die moet eventjes weer opnieuw inloggen en dan komt ze er zo weer aan. En dan gaan we verder met de presentatie. Even kijken. Nou, dat is mooi. Even kijken waar ze... Of ze in kan loggen. Ja, Nienke die weet overal wel antwoord op. En die heeft zoveel te vertellen. En zometeen komt ze ook echt nog terug op de vragen die ook al gesteld zijn in de chat. Dus heb je een vraag, hou hem nog even voor je. Of komen we er nu nog niet op terug, dan komen we er zometeen op terug. Ik ga eens even kijken of ik haar kan zien. Ja, daar is ze weer. Gezellig. Ja, het internet vloog eruit. Ik dacht, wat gebeurt er? Nee. Ja. Ik denk, ben ik het nou? Maar nu was... Ik zat nergens aan, maar ik weet niet precies wat er gebeurde. Heel bijzonder. Waar hadden jullie mij? Tot immuunsysteem, hè? Ja.
Ja, mensen zeiden al van we zijn al even aan de poep- en plaspauze begonnen. Oh ja, nee, nog even niet. ja, want die bacteriën hebben dus ook een enorme invloed op je immuunsysteem en communiceren daar eigenlijk heel erg mee. En dus op het moment dat jouw darmflora niet op orde is, dan zul je ook zien dat je immuunsysteem eigenlijk een beetje van de rel raakt. En dat is het moment dat je veel gevoeliger wordt voor bijvoorbeeld allergische reacties. Ja, en dat is natuurlijk een veel uitgebreider verhaal dan wat ik hier kan vertellen. Maar het is best wel interessant. En je moet het voor je zien dat jouw darmflora eigenlijk de moeder is van alle andere microbiomen in je lichaam. Dus op het moment dat je darmflora niet op orde is, dan zal ook je mond, neus, keel, long, slijmvlies, waar ook heel veel bacteriën zitten, dat gaat dan ook in kwaliteit achteruit. En dat betekent weer dat je veel vatbaarder bent voor het oppikken van allerlei ziektes. En we weten inmiddels bijvoorbeeld ook dat mensen met een minder goede darmflora, dat die gevoeliger zijn, dus dat die makkelijker het coronavirus oppikken. Maar als ze het krijgen, dat ze ook een heftiger ziekteverloop hebben. Kunnen dus we ondertussen ook de presentatie erbij aanzetten? Want met het internet schoot ook de tabblad delen eruit. Ik ga hem weer even. Want dan kijken we allemaal even mee. Ja, nee, sorry. De plaatjes zijn vaak heel handig ter ondersteuning. Ja, nee, precies. Maar nu zie je hem weer. Toch? Ja. Ja, helemaal goed. Dus ja, ook daarvoor is het gewoon echt heel belangrijk om een beetje op je darmgezondheid te letten. En ik zei al energie, jouw binnenste laag cellen van je darmen, dus ook waar die darmvlokken bijvoorbeeld zich bevinden, dat moet elke 3 dagen helemaal opnieuw worden aangelegd. En dat is een oppervlakte ter grootte van ongeveer een tennisveld. Dus dat is een mega grote oppervlakte. Dus je kunt je voorstellen dat dat heel veel energie kost. Nou, bijna de helft van die energie wordt aangemaakt door je eigen darmflora, maar alleen als die zijn werk goed kan doen. En als dat dus niet zo is, of je geeft ze niet genoeg te eten, daar ga ik straks verder op in, dan heb je eigenlijk niet genoeg energie om die darmen elke keer te herstellen. Nou, dat is wel een heel belangrijk proces. Dus jouw lichaam gaat die energie gewoon lekker ergens anders vandaan halen, namelijk uit jouw eigen voorraad. En dan word je moe. En natuurlijk zijn er nog 1001 andere redenen waarom je moe zou kunnen zijn. Maar het is wel zo dat dat dit ook echt wel een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn. En dus op het moment dat je darmklachten hebt en je merkt dat je toch steeds heel weinig energie hebt, ja, dan is het extra belangrijk om daar ook mee aan de slag te gaan. Je darmen zorgen ook voor een optimale hersenwerking en voor het verwerken van stress en emoties. En dat heeft te maken met de neurotransmitters. Dat is super interessant, maar daar heb ik vandaag geen tijd voor. Maar ik heb daar op mijn Instagram, moet je even een beetje door mijn tijdlijn heen scrollen. Ik doe altijd op woensdagochtend om 9 uur het kenniskwartier. En dat wordt meestal een kennishalf uur, maar ja goed, het komt omdat ik zelf wat te vertellen heb. Maar kenniskwartier, en er is er eentje over de neurotransmitters. Dat zijn boodschapperstoffen die signalen doorgeven in je hersenen en in je lijf. En die dus bijvoorbeeld zorgen voor een goede concentratie, goed dingen kunnen onthouden, lekker in je vel zitten, maar ook bijvoorbeeld kunnen ontspannen en je veilig en geborgen kunnen voelen. Nou, een heel groot deel van die neurotransmitters worden ook aangemaakt in je darmen. Serotonine is bijvoorbeeld een hele bekende, wordt het geluksstofje genoemd. 90% van je serotonine wordt aangemaakt in je darmen door je darmflora, maar alleen als die een beetje goed in elkaar zitten. En dus als dat niet optimaal is, dan kun je minder serotonine aanmaken. En dan zul je je ook minder lekker voelen. Dus kijk even op mijn Instagram live over het kenniskwartier over neurotransmitters, als je dat een leuk onderwerp vindt. En ik heb er ook nog een masterclass over. Die vind je dan weer bij mij in de Academy op de website. Nou, huidgezondheid. Ik denk dat jullie als glutenvrije doelgroep, dat er een bovengemiddeld aantal mensen zitten die hebben ervaren dat als je wel gluten eet, dat je dan huidprobleem krijgt. En dat kan variëren van eczeem tot acne, tot een droge huid, tot rosacea bijvoorbeeld. En ook dat kan weer andere oorzaken hebben. Maar we zien wel dat mensen met gluten, die niet tegen gluten kunnen, die dat nog niet weten of die dat toch blijven eten, dat er toch makkelijker ontstekingen ontstaan op die huid. En zowel eczeem als acne is gewoon een ontstekingsaandoening. En ook daar heeft die darmflora weer mee te maken. Wij zien bijvoorbeeld bij eczeem dat eigenlijk in 90-95% van de gevallen een darmflora niet op orde is. En bijna altijd speelt er dus ook een allergie of een overgevoeligheid mee, ofwel voor gluten ofwel voor iets anders. Stress en emoties zei ik al, dat gaat eigenlijk ook weer over die neurotransmitters. Wat we wel weten, ook wat heel belangrijk is dat stress echt een van de belangrijkste ondermijnende factoren is
voor je darmflora. Dus als jij veel en vaak stress hebt en je hebt niet genoeg ontspanningsmomenten tussendoor, dan veegt dat eigenlijk je darmflora onderuit. En in dat opzicht is natuurlijk gezonde voeding de basis. Maar ik zeg wel eens tegen mijn cliënten van, joh, weet je, als jij bij mij komt en je zegt, ja, maar ik eet wel 3 keer in de week bij de McDonald's en dat wil ik ook graag blijven doen. Ja, hallo, dan heeft het geen zin. Maar als jij zegt, ik eet supergezond, maar ik zit wel 80 uur per week achter die laptop. Ja, dan kan ik je eigenlijk ook niet helpen. Want je in een gestrest systeem kan geen herstel plaatsvinden. En dat is echt heel belangrijk om te beseffen dat als er stress is, dan, dat heet een katabool proces, dan gaan de voedingsstoffen de cellen uit. Dus die kunnen zich dan gewoon niet herstellen. In rust, dan zijn er anabole processen. En anabole denken we aan de spierballen, maar dat betekent gewoon, er gaan voedingsstoffen de cel in. En dan kunnen ze herstellen en groeien en bloeien en gewoon weer beter worden. En dus je wordt niet beter in stressvolle situaties. En er zijn zelfs aanwijzingen dat jij niet besluit wat je wil eten, maar dat je darmflora dat voor je doet. Dus dat er bepaalde soorten zijn die heel erg van suiker houden en die jou dan eigenlijk aansporen van, ja, ga nog even een grei in de koekjespot doen. Het is niet een excuus dat je 5 koekjes eet en zegt, ja, dan moest mijn darmflora. maar wel interessant dat wij denken dat bijvoorbeeld mensen met overgewicht maar wel gewoon wat meer discipline moeten hebben. Maar zo simpel werkt het dus niet. Ja, dus het is goed om te weten dat er toch best wel heel veel verschillende invloeden op zijn. Waaronder je darmflora. Ik denk dat dit misschien een mooi moment is om wel even de plaspauze te doen. Dan gaan we daarna gaan we door over de gluten en wat het allemaal betekent voor je gezondheid. En daarna wil ik je nog wat meer vertellen over wat je kunt doen om je darmen gezond te houden. En Marieke, wat zullen wij doen? Zullen we de vragen voor of na de pauze nu nog even doen? Misschien kunnen we er nu alvast even doorheen lopen. Ja, we doen even één vraag. Dat we even kijken van, hey, misschien zie je er ook wat tussen zitten waar je wat meer over kan vertellen. Ja, want ik denk dat die zo meteen wel weer aangevuld wordt met nieuwe vragen. Want we zijn echt, iedereen hangt aan jouw lippen. Ja. Ik nu al in alle vragen. Ja. En ik weet ook altijd, weet je, wat ik altijd belangrijk vind, dat ben ik nu vergeten te zeggen, maar wat ik altijd belangrijk vind om te zeggen is, ik kan in dit soort chats, ik kan niet persoonlijke gezondheidsvragen beantwoorden, want ja, dat gaat gewoon niet. En dan is er vaak toch wat meer onderzoek voor nodig. Maar ik zal eens even kijken. Ja, Loes vraagt, vaginale lichen planus, kan dat veroorzaakt worden door een onbalans in mijn microbioom? Ja, dat kan. En dat gaat dan zowel over je darmmicrobioom als over je vaginale microbioom. Even kijken. Aften in de mond, kan het komen door gluten? Ja, dat denk ik wel. Maar weet je, heel veel van dit soort klachten kunnen ook komen door andere oorzaken. Want aften kunnen bijvoorbeeld ook komen door een vitaminegebrek. En dus het is altijd wel goed om niet te denken, oh, dat heb ik, dus ik heb dat, snap je? Ik heb die klacht, dus ik heb deze oorzaak. Het kan echt nog wel andere oorzaken hebben. Even kijken. Oh ja, dit zijn ook veel mensen die zeggen van waarom ze hier zijn. Kun je over gluten? Nou, we gaan straks even wat meer over die gluten. Dan gaan we. Wil jij even helpen onthouden dan, Marieke, of je over glutengevoeligheid heen kan komen? De vraag van Anoushka, dat we die straks even beantwoorden. Ja. Oh, en dat is ook de vraag van Sandra, of je er overheen kunt groeien. Ja. Oké, goed. Hoe krijg je candida onder controle buiten een dieet? Ja, dat is dus echt zo'n vraag. Daar kan ik niet in 2 woorden zo het antwoord tegen jou vertellen. Want dat verschilt ook nog eens per persoon. En daarvoor is het ook belangrijk om dus bijvoorbeeld die onderzoeken te doen om te weten niet alleen dat die candida er zit, maar ook waarom zit hij daar. En bijvoorbeeld als je een allergie hebt, dan krijgt hij meer de kans om uit te groeien. En dan kun je wel een anticandida middel slikken. Maar als je die kraan niet dichtdraait, ja, dan moet je ook niet gaan willen dweilen natuurlijk. Ik stel voor, het is nu 9:10, dat we gewoon echt even kort, want anders dan zitten we straks om 10:00 nog. Om 10:00 nog. Ja, precies. Dus dat we even kort 5 minuutjes, dat we om 9:05 weer inloggen. Ja, Oké. Helemaal goed. Dan zie ik jullie zo. Ja. Ja, hij gooide me eruit en toen kon ik alleen nog maar als gast deelnemen. Maar goed, ik ben er weer. Ik, even kijken, ik ben nu wel alle chats kwijt, dus ik zie die van Kim, glutenvrij eten bij atopisch eczeem. Maar daarvoor zie ik niks meer. Ik kan je nog mee helpen. Ja, zie je nog vragen die nog binnen zijn gekomen die we nog kunnen beantwoorden even? Even kijken. Ik zie hier iemand
Die een vraag stelt over agavesiroop. In je boek zeg je zowel dat het slecht is voor je darmflora in verband met fructose, maar ook, voor het ook dat het prebiotisch is en juist goed is voor de darmflora. Ik gebruik het, maar begrijp het niet zo goed. Nee, nee, weet je, ja, dat is niet helemaal de scope van deze webinar, maar wat het met agavesiroop... Kijk, ik vind eigenlijk al die suikervervangers, zeg maar, en in het boek, in het nieuwe boek, ik weet niet of je het oude of het nieuwe boek hebt, maar in het nieuwe boek wordt best wel wat uitgebreider, zie je ook een tabel van bijvoorbeeld suikervervangers en welke goed zijn voor je darmen en welke niet. Ik ben altijd voorstander van afwisselen, want dan kun je eigenlijk nooit zo de fout in gaan. Weet je, neem je de ene keer een beetje honing en de andere keer een beetje agavesiroop en dan een beetje erythritol, weet je, en dan is het eigenlijk altijd wel oké. Maar als jij best wel veel suiker eet nu en je gaat dat 100% vervangen door agavesiroop, ja, dat is natuurlijk niet gezond. Weet je, dus een beetje fructose is geen probleem, maar het moet niet overdreven worden. Ook weer alles met mate, denk ik. Ja, alles met mate, ja, precies. Ja. Ik zie hier nog ook een vraag binnenkomen van Mirjam. Die vraagt, vanwege lactose-intolerantie en meer plantaardig willen eten, eet ik best veel soja. Maar ik lees vaak dat soja ook negatieve effecten kan hebben op je darmflora. Hoe zit dit? Nou, soja, kijk, het geldt eigenlijk hetzelfde voor. Er zijn heel veel voedingsmiddelen die wij gewend zijn om een soort van elke dag te eten. Maar als je kijkt naar, nou ja, zeg maar de oorspronkelijke mensen, die hadden wel 10.000 eetbare soorten tot hun beschikking. Moet je maar eens nu naar de supermarkt gaan, dan zie je 15 soorten groenten en 20 soorten fruit. Ja, en 103 soorten ontbijtgranen, maar dat is niet helemaal de variatie, zeg maar, waar we het over hebben. Dus het gaat ook echt een beetje over, weet je, meer variatie in je voeding brengen. En nogmaals wat ik zeg, kijk, soja heeft een vrij compleet eiwitprofiel, dus daar lijkt het dan heel gunstig voor. Maar er zitten stoffen in, zoals vitinezuur en lectines en bepaalde hormoonachtige stoffen, die ervoor zorgen dat het gewoon niet een gezond voedingsmiddel is om elke dag te eten. En natuurlijk, je gaat echt niet dood als je een keer een blokje tofu in je mond stopt. Maar helemaal alles vervangen door soja, ja, dat is niet goed. En daar komt nog bij dat, ja, wat ik net eigenlijk voor de pauze ook al zei, waar wij de meeste allergieën voor zien, dat is dat wat je het meeste eet. Dat is ook logisch, want daar komen de meeste eiwitten van in je lichaam. En eiwitten, nou ja, dat is ook weer eigenlijk een verhaal voor een andere keer, maar eiwitten die in de bloedbaan terechtkomen, dat is wat het immuunsysteem activeert en dat is wat eigenlijk een overgevoeligheid of een allergie is. Ja, dus als je heel veel soja eet, en dat zie je ook wel, mensen die niet tegen melk kunnen, die gaan dan 100% over op sojamelk. Nu is er wat meer variatie, hè. 10 jaar geleden was dat er allemaal nog niet. Ja, en dan binnen een half jaar hebben ze ineens een soja-allergie, want ja, ja, dus het gaat er echt om, en dat geldt ook 100% voor brood en voor tarwe eigenlijk, moet ik zeggen. Weet je, als je kijkt naar een gemiddeld Nederlands dieet, dan is dat 's ochtends een bord met Brinta. Om 10 uur een koekje bij de koffie. Om 12 uur 4 boterhammen, want dat moet van het voedingscentrum volkoren. En om 4 uur heb je een beetje trek, eet je even een beschuitje. Om 6 uur eet je een bord met pasta en bij de tv eet je een toastje met kaas. Dat is 6 keer tarwe op een dag. En dan vinden mensen nog steeds dat ze een heel gevarieerd dieet hebben. Maar 6 keer tarwe en zoveel, dat is niet iets wat we ooit al in de geschiedenis van de mensheid gedaan hebben. Er is geen enkele bevolkingsgroep die zo verschrikkelijk veel tarwe eet. Of welke andere, hè, wat dan ook anders. En normaal gesproken eet je seizoensvoedsel. En dat betekent dat er af en toe misschien wel, maar ik weet niet of je wel eens hebt gezien hoe ze bijvoorbeeld wilde rijst oogsten. Het is zoveel werk. Granen zijn superveel werk. Weet je, en dan voordat je de industrie had natuurlijk. Hè, dan moest je dat oogsten, je moest het dorsen, je moest het malen, je moest het brood van bakken. Ja, je at dat gewoon niet zoveel. En dan is er, dan ziet dat er heel anders uit dan hoe wij dat nu doen. En ik denk dat dat een van de belangrijkste problemen is achter de overgevoeligheden en alle andere ellende die we nu tegenkomen, is dat we niet zozeer wat we eten, maar meer hoe we het eten. En dus alles wat jij gaat vervangen voor 100% voor iets anders, dat is gewoon niet de bedoeling. Maar we doen het wel. We eten elke dag brood, melk, koffie. Veel mensen drinken bijna elke dag een glaasje alcohol. Ja, weet je, dat is gewoon niet waar ons lichaam op ingesteld is. Iets helder. Ja, nog andere vragen of zullen we nog een paar... Ik zal heel even kijken. Ik zie een vraag van Jos. Ik eet geen gluten en geen lactose en toch heb ik klachten. Enig idee hoe dat komt? Buikpijn, diarree, constipatie. Ja. ik lach je niet uit, maar het is bijna dat ik denk, ja, maar het is natuurlijk niet alsof gluten en lactose de enige dingen zijn die klachten kunnen veroorzaken. Ja, ik zei net al voor de pauze van, ja, er zijn usual suspects qua voeding. Gluten,
eieren, melk, noten, soja bijvoorbeeld. En zuivel, zei ik al, met melk, ja, zuivel. Dus dat kan, maar het kan natuurlijk nog van heel veel andere producten komen. En wij zien in de praktijk, omdat we onderzoek doen, ook wel eens mensen die zijn allergisch voor spersieboontjes en rozijnen. Ja, dat verzin je ook niet, maar dat kan wel. En dan zijn er nog de klachten die veroorzaakt kunnen worden door iets heel anders dan voeding. Dus als jij te weinig enzymen hebt of te weinig maagzuur, dan kun je daar ook gewoon klachten van krijgen. Of je hebt een parasiet bijvoorbeeld in je darmen zitten. En daarom zeg ik ook van, het is belangrijk om op je voeding te letten en een keer een voedingsdagboek bij te houden om te zien, reageer ik op voeding? Maar het is niet het enige wat je kunt doen. En uiteindelijk, als je het echt wil weten, dan zul je toch onderzoek moeten doen. Ja. Die is duidelijk. Ja. Dan heb ik er nog eentje. Even kijken of ik er nog één uit kan pikken. Wat zegt veel scheten laten over je darmflora? Ja, nou, dat kan iets zeggen over je darmflora. Dat er bijvoorbeeld, als er veel... Nou, dit is misschien wel leuk om te vertellen. Als het van die harde knalscheten zijn, die je vooral hoort, maar je ruikt ze niet, dat is vaak de koolhydraatvertering die niet goed gaat. Dus ofwel je eet dan te veel koolhydraten, ofwel je kunt ze niet goed verteren, ofwel je hebt bepaalde stammen, zoals bijvoorbeeld een candida in je darmen zitten, die ontzettend dol zijn op suikers en koolhydraten, maar die daar heel veel gas van maken. Als je vooral scheten hebt die je ruikt en die je eigenlijk niet hoort, weet je wel, dat niemand iets in de gaten heeft, maar dat je de hele lift flauw kan laten vallen, zeg maar. Dan is het vaak weer die eiwitvertering, net als die hele stinkende ontlasting waar we voor de pauze over hadden. Ja. Dus. Ik denk dat we dan gewoon even door kunnen. Gaan even door, ja. En dan kijk ik ondertussen zo nog even verder naar de vragen. Desnoods pikken we er zo nog even een paar uit. Maar dat komt goed. Ja, ja, want gluten en gezondheid natuurlijk. Ja, jullie hebben er denk ik allemaal op de een of andere manier mee te maken. En ik zei al, het is echt een usual suspect bij klachten. Nou, de belangrijkste, en we gaan straks kijken, want er zijn heel veel verschillende manieren namelijk waarop je kunt reageren op granen en gluten. Maar de belangrijkste zijn celiakie en glutensensitiviteit. Nou, celiakie is denk ik het bekendst. He, daar wordt ook daar wordt regulier ook best wel veel naar gekeken. Het zijn mensen die wij niet heel veel in de praktijk krijgen, omdat ze er eigenlijk bij de huisarts al vaak wel zijn uitgepikt. En bij celiakie, nou ja, de mensen die dat hebben, die weten het. Heftige buikpijn, diarree, gewichtsverlies, dus bij kinderen ook vooral groeiachterstand. Soms ook dat je haarverlies heeft dan te maken, hè, met dat je als die darmvlokken beschadigd zijn, dat je gewoon geen voedingsstoffen meer kunt opnemen. Soms heb je bloedbijenontlasting. En soms merk je zelfs dat je minder goed kan denken, dat je een soort hersenmist krijgt en dat soort dingen. Nou, glutensensitiviteit is eigenlijk veel minder bekend en het wordt ook lang niet altijd serieus genomen. En dat vind ik best wel heel kwalijk. Omdat wat er vaak gebeurt, is dat je met alle klachten in dat linker stukje zeg maar naar de huisarts gaat. Die gaat dan onderzoek doen. Die zegt, nou ja, u heeft eigenlijk geen celiakie. Dus blijf maar vooral volkoren boterhammen eten. En wij hebben inderdaad ook regelmatig mensen die gewoon... Ik heb wel eens iemand gehad die had ontlastingverlies. Vrouw van 24, klein kindje, die durfde niet meer naar de supermarkt omdat ze gewoon af en toe ontlasting verloor. Maar de huisarts had gezegd, ja, het is geen celiakie, dus blijf maar lekker vooral gewoon volkoren boterhammen eten. En wij kwamen erachter dat ze echt torenhoog scoorden op glutensensitiviteit of glutenovergevoeligheid, hoe je het wil noemen. Officieel heet dit niet-celiakische glutensensitiviteit. Maar dat is veel minder bekend. Mensen nemen het niet serieus. En ik merk ook dat er soms nog best wel wat haat en nijd is over en weer. Omdat er dan mensen met glutensensitiviteit zijn, kunnen vaak iets losser zijn in het omgaan hiermee. Ja, dus waar je bij celiakie echt moet zorgen dat je geen kruimeltje, geen spoortje binnenkrijgt. Kan het zijn dat het bij glutensensitiviteit ook zo is, dat je echt heel naar wordt van echt hele kleine hoeveelheden. Maar vaak is het zo dat je, als er inderdaad een keer een kruimeltje ergens in zit, dat je niet gelijk helemaal kapot gaat. Maar het kan verder ook best wel hele pittige klachten veroorzaken. Maar soms veroorzaakt het juist hele milde klachten. Dus dat is ook, celiakie is eigenlijk altijd best wel heftig. Ik weet niet, Marieke, heb jij nog wel eens dat je bijvoorbeeld een glutenfout maakt? Ja, kijk, ik moet zeggen, toen mijn darmen meer uit balans waren, dat de kleine kruimels veel heftiger binnenkwamen, letterlijk. Dus dat de klachten veel heftiger waren. Ja. Dan wanneer mijn darmen wat meer in balans zijn, wanneer ik minder stress ervaar, dan kan ik nog wel wat milde klachten ervaren. Ja, ja. Maar over het algemeen, zeker in die tijd dat mijn darmen echt uit balans waren, dan kon het ook heel lang duren eer het weer hersteld was. Dat je echt een baksteen op je maag voor gewoon een week. Ja,
En je leek dan echt 9 maanden zwanger. In elk geval zonder dat je zwanger was. Dus ja. dat herken ik zeker. Ja, precies. En precies wat jij zegt, hè, op het moment dat je darmen en darmflora en dat je darmgezondheid eigenlijk beter is, dan kun je die kleine dingetjes vaak wel beter opvangen. En dan duurt het niet zo heel lang. Er zijn ook, slik jij wel eens glutarase? Gebruik je wel eens glutarase bijvoorbeeld? Nee. Oké, nou dat is misschien dan nog wel interessant. Dat bedenk ik ter plekke, hoor, heb ik niet in de slides gezet. En wij hebben in de webwinkel ook een product dat heet glutarase. En daar zitten enzymen in die heel specifiek die gluten helpen afbreken. Plus wat kruiden en andere vitamines en zo die jouw darmslijmvlies helpen herstellen. En dat betekent niet dat je dan ineens een boterham kan eten. Maar wel dat als er een keer een glutenfout gemaakt is, dat je dan minder klachten daarvan ervaart. Oh, grappig. Ja, dus dat. Maar goed, bij glutensensitiviteit varieert het dus veel meer. Dus soms zijn het milde klachten, soms zijn het heftige klachten. Soms kunnen mensen nog wel een beetje eten. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld wel inderdaad een keer een koekje of zo kunnen eten, maar die niet 2 boterhammen moeten eten. Weet je, dat is dan te veel. En daarin is het super belangrijk dat je jezelf leert kennen en dat je jezelf ook serieus neemt. Nou, ik heb geen celiakie, ik heb glutensensitiviteit. Ik ga je denk ik zo meteen. Ja, even kijken hoor. Oh, ik heb dit dubbel. Interessant. Nou, ja, precies. Nou ja, er zijn in ieder geval. Je test het ook op verschillende manieren. Hè, celiakie, dat wordt eigenlijk altijd getest in het ziekenhuis. En dan wordt er ook gezegd, dan moet je vaak wel 6 weken. Ik zit nu, raak ik in de war van mijn eigen. Ik ga even doorscrollen. Ja, hier, kijk, hier, dit wilde ik laten zien. En dan moet je vaak wel 6 weken gluten eten. Dan wordt er bloedonderzoek gedaan. En dan zoeken ze naar de stof anti-T-transglutaminase. En die moet dan ook nog eens boven de 100 zijn. Dat anti-T-transglutaminase, dat is een immuunreactie op gluten in dit geval. En dat moet dan boven de 100 zijn. En dan zeggen ze, nu gaan we ook een biop nemen. En dan kijken ze dus of die darmvlokken zeg maar beschadigd zijn. En als dat dan allemaal aan de hand is, dan wordt het stempel celiakie gegeven. Nou, bij glutensensitiviteit ziet dat er iets anders uit. Want je hoeft niet daarvoor heel veel gluten te eten. En we onderzoeken dit in de ontlasting. We kijken dan niet alleen maar naar de anti-transglutaminase, maar ook naar de anti-gliadine. En eigenlijk, hoe ik het uitleg aan cliënten, is dat anti-transglutaminase in de ontlasting, dat komt vrij op het moment dat er darmbeschadigingen zijn naar aanleiding van het eten van gluten. Anti-gliadine is een ander soort reactie en dat dat laat wel zien dat je niet goed tegen gluten kunt, maar daarbij zijn de klachten vaak milder. Dus je krijgt dan 2 scores en officieel moeten ook die boven de 100 zijn, maar ik ben daar echt strenger in, omdat ik met 15 jaar ervaring weet dat soms mensen die een score hebben van 30 ook al zich veel beter gaan voelen als ze stoppen met gluten eten. Dus als ik naar mezelf kijk, ik begon met een en ik vind eigenlijk de anti-transglutaminatiescore die moet gewoon 0 zijn. Want als hij 20 is, dan betekent dat dus, er zijn al wel beschadigingen, snap je? En dat wil je eigenlijk gewoon sowieso niet. Dus antitransglutaminase is nog veel strenger. Antigliadine, ik begon op een antitransglutaminase van 0 of zo, niks. En antigliadine van 35. Nou, dat is zelfs eigenlijk, bij ons in de opleiding is dat reden om te zeggen, je kan eigenlijk wel tegen gluten, je kan het wel blijven eten. Dus Ik smokkelde nog best wel veel in het begin, weet je. Want ja, ik bedoel, iedereen weet natuurlijk, het is gewoon ook makkelijk, het is lekker. En zeker als je onderweg bent en je denkt, ja, hallo, ik kan hier kiezen tussen een appel en een mars. Ja, weet je, ik wil gewoon even iets substantieels eten. Dan wordt het toch vaak een broodje. Nou, dus ik was best nog wel, ik deed wel glutenvrij, maar toch nog wel, wel smokkelen. Toen ben ik een jaar later weer gaan testen. Toen was ineens die antitransglutaminasewaarde gestegen. Dus dan zie je dat smokkelen, zeg maar, toch best wel impact kan hebben op dat er ineens toch beschadigingen ontstaan. En nu eet ik helemaal glutenvrij en al een paar jaar. En ik smokkel eigenlijk niet meer, behalve vorige week toen ik in België was en iemand een croissant voor mijn neus zette. En ik dacht, ik had al 3 maanden craving naar croissant. En die zei, alsjeblieft. Ik zo, okay. En daar heb ik de luxe in. Hè? Ik besef me dat ik daar privilege in ben. Want jij zou dat bijvoorbeeld nooit kunnen doen natuurlijk, Marieke. Dus dat maakt het verschil. Maar wat merk ik dan? En dat is super persoonlijk. Hè? Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Dus ik heb wel glutarase erbij genomen voor de zekerheid. Ik krijg gewoon verstopping. Ik krijg inderdaad een opgeblazen buik. En ik krijg 3 dagen lang verstopping. En soms een beetje buikpijn. En
dat heb ik er gewoon meestal niet voor over, zeg maar. En dus eigenlijk over het algemeen doe ik dat niet. Als ik een spoortje gluten binnenkrijg, is er niet zo heel veel aan de hand. En dus wees ook respectvol, zou ik bijna willen zeggen, naar elkaar toe. Want ik zie dat er soms best wel met modder gesmeten wordt door mensen die celiakie hebben, naar mensen die zeggen van ja, ik kan niet tegen gluten. Maar die ze dan wel een keer een koekje zien eten. Ik snap dat dat vervelend is, maar er zijn echt mensen die best wel dat koekje kunnen hebben, maar die gewoon niet 4 boterhammen moeten eten. Ja, omdat ze daar last van krijgen. Dus ik vraag in een restaurant bijvoorbeeld ook altijd wel om een glutenvrij broodje bij de soep of zo. Maar wat ik dan wel erbij zeg is, je hoeft niet voor mij de hele keuken te schrobben, want een kruimeltje is voor mij niet zo'n probleem. En dus leer daarin echt jezelf kennen en het onderzoek kan daar eventueel bij helpen. En wees respectvol naar jezelf en naar de mensen, naar bijvoorbeeld de horeca. En dat je niet, want dat is natuurlijk ook wel echt een beetje flauw als je zegt, nee, ik ben glutenvrij, je kan echt niet eten. En ze gaan helemaal moeite voor je doen en aan het einde dan eet je gewoon je koekje op bij de koffie. Ja, dat ziet er natuurlijk ook wel een beetje flauw uit, ook al kan het voor jou wel kloppen, zeg maar. En dus wees daar mindful en respectvol in, zou ik bijna zeggen. En leer jezelf kennen. Ja, dus weet gewoon wat je wel en niet kan doen. Wat ik heel veel zie, en dat is nog wel interessant, is dat mensen zeggen van, bij ons moeten ze vaak ook een aantal weken glutenvrij eten, al is het maar gewoon om te kijken wat er gebeurt. En dat ze dan daarna weer gluten gaan eten en dat ze zeggen, ja, je hebt mij allergisch gemaakt voor gluten, want nu kan ik er niet meer tegen. Nee, je hebt eigenlijk altijd al klachten gehad, maar doordat je dat altijd hebt, merk je dat niet zo. Dan geef je dat een aantal weken rust. En dan ga je het weer eten. En dan merk je pas wat een impact het eigenlijk heeft. Hè? Net als wat Marieke net vertelt. Als je nu dat nog een keer eet. Ja, weet je, dan voel je pas echt. Maar als je daar altijd in zit, denk je, ja, nou ja, weet ik veel. Het hoort er gewoon bij of zo. Even denken. Is dit helder? Want ik vraag me nu af of ik het goed verteld heb. Ik zie wel een paar vragen binnenkomen. Zullen die gelijk hebben? Want er zijn ook andere reacties op gluten. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Laten we even naar de vragen kijken. Ik zie hier iemand die reageert. Dus bij NCGS beschadigen ook je darmen. In Maastad is verteld dat dat alleen bij celiakie is. Ja, dat hangt er dus van af of de antitransglutaminasewaarde hoog is of de antigliadinewaarde. In principe bij antigliadinewaarde niet. Maar dat wil dus niet zeggen dat je geen klachten kan hebben als de antigliadinewaarde hoog is. Snap je? Dus het kan eigenlijk allebei klachten geven, maar het is gewoon wat minder trefzeker, zeg maar. Bij celiakie weet je gewoon, een kruimeltje is gewoon gedonder. En bij niet-celiakische glutenovergevoeligheid kan het eigenlijk alle kanten op. Ja, en kan het zijn dat je inderdaad wel de ene keer wel ergens last van krijgt en de andere keer niet. En daarom is het wat minder grijpbaar eigenlijk. Maar inderdaad, bij je antigliadinewaarde hoog kan je zeker ook beschadiging hebben in je darmen. Ja. En waarom onderzoekt de huisarts glutensensitiviteit alleen in het bloed? Dat is ook nog een vraag. De huisarts onderzoekt helemaal niet glutensensitiviteit. Die onderzoekt alleen maar celiakie. Glutensensitiviteit wordt voor zover ik weet niet bij de huisarts. Nee, dat dacht ik dus ook. Ja. En dus ook niet getest. Tenminste, het zou heel leuk zijn als het wel zo was, maar ik ken geen huisarts die dat doen. Zeg maar. Ik heb er nog niet van gehoord. Als je geen celiakie hebt en maar sensitief bent, waarom kun je als kind dan zo ziek worden na het nuttigen van gluten? Is het dan hetzelfde als bij celiakie, dat je darmen beschadigen? Wat triggert het nu dat ze zo ziek wordt? Dat kan zo zijn dat die darmen dan beschadigen, maar het kan ook zijn dat er een kijk, celiakie, dat zit ook, en zelfs ook glutensensitiviteit, ik zei al, het is net iets anders dan zeg maar allergieovergevoeligheid. Dus dan andere allergieovergevoeligheden. Dus er speelt ook een stukje immuunsysteem een rol. En celiakie wordt eigenlijk officieel ook onder de auto-immuunaandoeningen genoemd. En niet-celiakische glutensensitiviteit, ja, weet je, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen, ja, waar zit het nou? Want het is eigenlijk niet een zwart-wit verhaal. Mm-hmm. En eigenlijk maakt het ook gewoon niet zo uit, want feit blijft, je krijgt er last van. Dus dan moet je gewoon besluiten van, ik ga het gewoon toch maar niet meer eten. Het is niet zo interessant om precies te weten wat er dan gebeurt. Alleen dat het niet goed gaat en dat er klachten van komen. En dat zeggen wij zelfs ook tegen onze klanten. Want ik ga je straks laten zien dat er zijn meer reacties op gluten. En er zijn ook meer testen die je kunt doen. Maar zelfs als je op alles, zeg maar, nul scoort. Dus dat je eigenlijk
volgens het stempel helemaal gewoon prima tegen gluten zou moeten kunnen. Maar je ervaart wel klachten na het eten van die producten. Ja, jouw lijf is leidend, hè? Dus dan moet je het toch gewoon niet doen. Dat zijn ze, denk ik, voor nu. Ja, even kijken. Ja, helemaal goed. Even zien, nou, dan gaan we verder. Want er zijn inderdaad nog heel veel andere reacties ook op gluten. En een van de belangrijkste is de FODMAPs of de fructanen. Dat wordt nu ook wel gezegd, van heel veel mensen reageren niet op gluten, maar op de fructanen. Nou, ik heb daar een beetje mijn twijfels bij, maar goed, in ieder geval, het gebeurt wel veel dat mensen op fructanen reageren. Fructanen zijn eigenlijk een soort suikerketens, die zitten ook in granen, in glutenhoudende granen. En FODMAPs, dat staat voor fermentable oligo, nou, het zijn eigenlijk suikers die omgezet kunnen worden door je darmflora. Daar is niks mis mee, want ook vezels, en we gaan straks naar die vezels kijken, die zijn gewoon super gezond en die horen er gewoon bij. Natuurlijk, ja, er is een verschil tussen witte tafelsuiker of vezels uit een pompoen. Maar het is niet de bedoeling dat je die FODMAPs gaat vermijden, want dan geef je je eigen darmflora ook niet meer te eten. Het is de bedoeling dat je ontdekt waarom geven die klachten. Heb je bijvoorbeeld verkeerde bacteriën of parasieten of wat dan ook in je darmen zitten? En dat je die balans in die darmflora herstelt. En dat doe je onder andere juist door die FODMAPs te eten, maar dan niet van de een op de andere dag heel veel. Je gaat ook niet naar de sportschool voor de eerste keer en dat je gelijk 100 kilo probeert te liften, weet je. Rustig aan opbouwen en ondertussen de balans in die darmen herstellen. En dus de klachten lijken heel erg op elkaar. Dus als je inderdaad reageert op fructanen of op andere FODMAPs, dan zie je ook gasvorming, pijn, wisselende ontlasting of diarree of dat soort dingen. En dus goed om alert op te zijn. Voor zover ik weet zijn er niet echt betrouwbare FODMAP-testen. Maar ik vind dat dus ook niet zo boeiend, omdat als je hier niet tegen kunt, dan heb je iets anders te doen dan al die dingen maar te gaan vermijden. Er zijn ook nog, je kunt overgevoelig zijn voor allerlei toevoegingen die met name in brood en in kant-en-klaar pasta, gebak en dat soort dingen zitten. Snel gerezen brood bevat veel suiker. Soms is het gist of bicarbonaat wat niet is uitgewerkt, wat ook nog een reactie kan geven. En broodverbetermiddel. Wat ik bijvoorbeeld heel veel hoor is dat mensen zeggen, ja, in Nederland heb ik dan altijd last van, maar als ik in Frankrijk gewoon echt zo'n goede pain eet, dan is er niks aan de hand. En denk, ja, dat zal komen omdat er dan andere rotzooi in dat brood zit, waar jij gewoon niet tegen kunt. En dan hoeven het dus niet per se de gluten te zijn. Ik zeg zelf, sinds ik mijn eigen zuurdees in brood maak bijvoorbeeld, dan kan ik echt hartstikke goed tegen. Terwijl als ik bijvoorbeeld glutenvrij brood uit de supermarkt haal, kan ik daar echt nog op reageren. Ja, precies. Ja, maar daar komt zo nog sluit over. Dat is namelijk ook wel een heel belangrijk punt. Nou, je kunt ook nog een tarweallergie hebben. En dat betekent dat jouw immuunsysteem reageert op andere eiwitten die in tarwe zitten dan de gluten. En dan krijg je ook weer dezelfde soort klachten. Nou, dit weet je dus eigenlijk alleen maar als je daar echt heel goed onderzoek op doet. En soms, wat ik zeg, is het ook niet altijd heel belangrijk om te weten wat het nou precies exact is. Maar is het meer belangrijk om te weten, ja, ik kan daar gewoon niet tegen, punt. En tot slot heb je nog, niet tot slot, want ik ben er één vergeten op te schrijven, die ga ik zo vertellen. Tot slot heb je nog de exorfines. Gliadorfine gaat over gluten, casomorfine gaat over melk. En dat zijn eigenlijk stoffen die jouw eigen lichaam aanmaakt op het moment dat je gluten of melk eet. En dat zijn opiaatachtige stoffen. Daar zit het woord opium in. En dus je kunt je voorstellen, je wordt daar duf van. Je kunt je vermoeid gaan voelen. De term hersenmist wordt hier ook vaak opgeplakt. En dit speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol bij autistische kinderen. Er is echt onderzoek op geweest dat als die... je kunt onderzoeken op die exorfines. En als die hoog zijn en ze stoppen bijvoorbeeld met het eten van gluten en melk, dat dan de symptomen flink kunnen verbeteren. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen. En dus ook exorfines kun je laten onderzoeken. En wat ik vergeten ben op te schrijven is zonuline. Zonuline is een stof. Misschien heb je wel eens gehoord van lekkende darm. Nou, dat mag je van mij nooit zeggen. Dat heet hyperpermeabele darm. Die cellen van die darmwand die staan niet helemaal strak tegen elkaar aan. Daar zit een beetje ruimte tussen en er zitten een soort schuifdeurtjes tussen. Dat heet de tight junctions. Nou, dat is een heel lang verhaal, staat allemaal in het boek. Daar ga ik nu niet te veel op in. Maar die tight junctions die kunnen opengezet worden door bijvoorbeeld de stof zonuline. En de stof zonuline, dat is iets wat je aanmaakt naar aanleiding van het eten van gluten. Nou gebeurt dat in principe bij iedereen, bij de een wat meer dan bij de ander. Maar als je, net zoals waar we het net over hadden, in de oertijd zeg maar af en toe een heel klein beetje graan eet en er komt een beetje zonuline vrij en die tight junctions gaan een beetje open, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand, want dat herstelt zich gewoon wel weer binnen een dag.
Maar als je elke dag, dag in, dag uit, weet je, al die 6 keer op een dag tarwe eet, dan stikt het natuurlijk van de zonuline. En zeker als je daar dus wat gevoeliger voor bent, dan raken die schuifdeurtjes gewoon beschadigd. En dat betekent dat er eigenlijk allerlei stoffen vanuit die darmen de bloedbaan in kunnen lekken en daar allerlei ellende kunnen veroorzaken. En dat is wat ze lekkende darmen of leaky gut noemen. En dus die zonuline, dus als wij testen, we testen eigenlijk standaard op antigliadine, antitransglutaminase in de ontlasting. Ja, dus de glutensensitiviteit. We testen eigenlijk ook bijna altijd wel standaard op zonuline. En exofrine is eigenlijk alleen als er om gevraagd wordt, want dat komt niet superveel voor. En nou ja, weet je, heel vaak komt uit een van die andere twee testen ook wel dat je geen gluten meer moet eten. Dus ja, dan maakt het ook niet meer uit. En stel je voor dat je dus geen glutensensitiviteit hebt, dus je antigliadine en je antitransglutaminase zijn gewoon in orde. Maar je zonuline is wel torenhoog, dan is dat toch een reden om te stoppen met gluten eten. Ja, want die beschadigt dan dus gewoon die tight junctions in je darmen. Ik hoop dat dat helder is. Dus, ja, ik vind dit altijd heel technisch, weet je. Dus het is lastig om dat op een gezellige manier uit te leggen. En weet dan ook dat er naast deze testen nog misschien wel 10, 20 andere manieren zijn waarop je op tarwe en op gluten kunt reageren. En ja, ik vind dat niet altijd de moeite waard om dat te testen, weet je. Dat ik denk, ja, als je ver genoeg door blijft zoeken, vind je natuurlijk altijd wel wat. En dat betekent niet dat tarwe ook altijd, als zeg maar de exofines, de zonuline en de antitransglutaminase op orde zijn, dan zou ik zeggen, je kan in principe gewoon gluten blijven eten, maar met als kanttekening dat je dat dan niet nog steeds 6 keer op een dag moet doen, want dat is gewoon voor niemand gezond. Ik zie hier een vraag binnenkomen van wat is dan een hoge waarde voor zonuline? Dat is een hele goede vraag die ik even niet uit mijn hoofd weet, want ik weet die referentiewaarde niet uit mijn hoofd. Volgens mij boven de 60? Kan dat? Weet ik even niet uit mijn hoofd. Moet ik een keer opzoeken. Maar dat zou er in principe, als jij een test laat doen, dan zou dat er gewoon bij moeten staan wat de referentiewaarde is. En als je daar overheen zit, dan is het te hoog. Ja, klaar. Even kijken. Nou, jij zei het net eigenlijk al, Marieke, weet je. Op het moment dat je glutenvrij gaat eten en je gaat bijvoorbeeld glutenvrij brood halen, dan kan je meer klachten krijgen. En dat zeggen wij ook altijd tegen onze cliënten. Zeker als we zeggen, hey joh, weet je, ga even 2 of 3 weken glutenvrij eten om te kijken wat er dan gebeurt met je. Ga dan niet helemaal overschakelen op glutenvrije broodjes. Glutenvrij pasta valt vaak nog wel mee. Maar glutenvrije roze koeken bijvoorbeeld. Dat ik denk, ja, wat verwacht je nou, weet je? Daar zit zoveel. En datzelfde geldt trouwens voor vegetarische bamischijven en weet ik wat allemaal. Er zit dan zoveel in om het maar te laten lijken op het origineel. Dat daar zit veel meer rotzooi in dan eigenlijk in het originele product. En dat betekent niet dat je dan maar een gewone roze koek moet eten. Maar hè, wees je ervan bewust dat als je helemaal overschakelt op dat soort producten, dat je klachten dus inderdaad erger kunnen worden. Dat komt dan niet door de gluten, want die zitten er niet in. Maar door dus andere stoffen zoals suikers en rijstmiddelen en weet ik veel wat voor toestand dan allemaal erin zit. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Ja, want wat ik namelijk veel zie is dat mensen dat dan gaan uittesten. Ja, ik heb glutenvrij gegeten hoor, 2 weken lang. Nou, mijn klachten gingen helemaal niet over, werd zelfs erger. Maar dat betekent dus niet dat het niet de gluten zijn. Dat betekent hoogstens dat je de verkeerde dingen bent gaan eten. Of dat er naast de gluten nog iets anders is wat jouw klachten veroorzaakt. Waar we het net in het begin ook al even over hadden. Zijn er nog vragen over dat stukje van die gluten? Want dan doen we die eerst en dan gaan we daarna door met wat je kunt doen om je darmflora. Volgens mij gaan we toch een teaser verzuinigen. Maar goed. Zijn er nog meer vragen? Even kijken hoor. Wat doet zuivel met je darm? Ja, daar wil ik nu niet op in, want dat is gewoon echt heel kwaliteit. Ja, even kijken hoor. Via Imipro doen mensen. Ja, Imipro is dus een overgevoeligheidstest, maar dat gaat niet. Ik vind het ook altijd heel raar dat ze daar gluten bij zetten, want het gaat niet over gluten, het gaat over tarweallergie. Dus bij Imipro is een test en dan kijk je dus naar de tarwe, maar dat zegt niks over de gluten, want dat test je in de ontlasting. Even kijken hoor. Ik zie even niet zo goed. Ik begrijp de vraag van Jos niet helemaal, maar goed. Gendrager. Ik denk dat de vraag van Jos ging over het glutenvrij eten. Dat je niet alles zelf kan maken. Hebben we het daarover gehad? Of was het de vraag over dat je gluten en
en melk niet. En dat je dan nog steeds klachten hebt. Volgens mij heb ik die toch gewoon beantwoord. Maar Jos is beleefd. Nee, maar dat ging net over. We hadden het nu net natuurlijk over de glutenvrije broodjes uit de supermarkt. Ja, precies, tuurlijk. Oh ja, jij kan natuurlijk niet. Ja, natuurlijk kan je niet alles zelf maken. Dat snap ik ook wel. Maar misschien is het ook een. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Misschien is het ook een idee om gewoon af te stappen van het idee van brood. Weet je, want eigenlijk brood, maar ook als je wel tegen gluten kunt, brood is alleen maar vulling. En er zit eigenlijk niet zo heel veel in wat dan interessant is voor je lichaam, zeg maar. Dus het is, ja, weet je, ik eet eigenlijk normaal gesproken geen brood. Ja, ik haal natuurlijk heus wel eens een keer een glutenvrij broodje, omdat het gewoon makkelijk is. Maar over het algemeen eet ik 's middags gewoon groenten en dat soort dingen. Even kijken, een onderzoek colonoscopie. Nee, het is geen colonoscopie, het gaat dus om ontlastingonderzoek. Er zijn heel veel vragen. Ik kom er even niet uit, Marieke. Misschien wil jij even dus doorheen, dan ga ik even verder. Nee, ik denk dat je gewoon verder kan gaan. En dan zal ik ondertussen nog wat vragen screenen waar we nog op terugkomen. Ja, als je er eentje tussen ziet die goed is, dan is dat goed. Oké, nou, wat kun je doen om voor je darmflora te zorgen? We zeiden het net eigenlijk ook al. Je kunt stress reduceren. Dat is echt een heel belangrijk stukje. En het hoeft niet dat je dan altijd maar een half uur op de yogamat moet zitten. Je kunt ook kleine 1-minuut meditaties bijvoorbeeld doen. Zoals dit, hè, dat je even je oren en je ogen dicht doet. Even diep ademhaalt, even je voelsprieten terugtrekt uit de wereld en even bij jezelf bent. En rustig in- en uitademen. En dat kan gewoon op de wc, op je werk, weet je, gewoon even. En dat vergeten we vaak en we denderen maar door. En dat is dan waarom we, waarom we uiteindelijk veel stress ervaren. Oh, sorry, nou even terug. Het gaat ook over bewegen, over buitenspelen. Dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En je hoeft voor mij niet per se keihard te zweten in de sportschool. Maar doe dan iets van beweging wat je leuk vindt, weet je. Gewoon fietsen of wandelen of dansen of whatever. We doen het nu natuurlijk over het algemeen. En dan zal in deze doelgroep iets anders liggen natuurlijk. Maar we doen het niet zo heel goed. We eten te veel suiker. We eten te veel geraffineerde producten. We zijn de hele dag maar aan het grazen. De hele dag maar dingen in ons mond aan het stoppen. We bewegen te weinig. We hebben te veel stress. We gebruiken te veel medicatie. We gebruiken te veel alcohol. En ook, ja, dat is dan dat moment dat mensen mij niet meer zo aardig vinden als ik zeg dat koffie ook niet zo goed is voor je darmflora. Ja, weet je, dat zijn wel de dingen die we vaak elke dag doen. En nogmaals, het gaat dan niet zozeer om wat je eet, maar meer om hoe je het eet. En dat het veel belangrijker is om heel veel variatie erin te brengen. En ook dat grazen, er zit echt een heel belangrijk stuk in dat je rust mag hebben tijdens je maaltijden. Ik geloof dat het officiële voedingsadvies van het voedingscentrum nu is 3 maaltijden en 4 tussendoortjes. Really? Weet je? Alsjeblieft, waarom? Waarom? Dat hoeft helemaal niet. Als jij gewoon 3 goede maaltijden... In principe is het natuurlijk, ik eet ook wel eens een keer een tussendoortje. Maar het is niet nodig. En sterker nog, voor je darmen is het alleen maar heel gezond om gewoon langer de tijd te hebben tussen die maaltijden in. Dan komt er een bepaald schoonmaakproces op gang. Dat zorgt ervoor dat lucht en allerlei toestanden uit je darmen verdwijnen. Dat hoort er gewoon bij. En je alvleesklier wordt er niet blij van als jij continu maar hapjes aan het eten bent. En dus probeer echt gewoon 2 of 3 goede maaltijden op een dag. En als je een keer wat lekkers wilt, doe dat dan rondom een maaltijd. Dan hoort het eigenlijk nog bij die maaltijd. En wat ga je dan wel eten? Ja, echt voedsel. Echt onbewerkt voedsel. Gewoon, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Weet je, het is ook niet dat ik het leuker kan maken. Het is gewoon, eet meer groenten. En ik ben helemaal geen tegenstander van vlees en vis. Weet je, absoluut blijft dat gewoon, vooral als het goed biologisch vlees en vis is. Maar groenten zijn wel echt de basis. En dan gaat het ook met name over die vezels, hè, want dat is dan een soort van het schrikbeeld. Als je geen volkoren boterhammen meer kan eten, dat je dan geen vezels meer binnenkrijgt. Terwijl er veel interessantere en veel meer vezels zitten in groenten en in fruit. En dat gaat onder andere over de onoplosbare en de oplosbare vezels. Dus de onoplosbare vezels, dat is wat zorgt dat je geen verstopping krijgt. En dus die zorgen voor volume in je darm. Die darmen worden een beetje van elkaar afgeduwd eigenlijk als het ware. En die beweging is voor je spieren rondom je darm een teken om te gaan knijpen. Zodat je ontlasting mooi voortbewogen wordt en je dus niet verstopping krijgt. Dit zijn eigenlijk alles waar je op moet kouwen. Ja, want als je inderdaad zeg maar een donut of zo eet. Dat wordt natuurlijk in je mond al helemaal een soort van snot. Dus dat gaat nooit volume geven. Ja, dus alles wat groente is, noten en dus inderdaad ook die granen. En dat is eigenlijk de onoplosbare vezels. Dan heb je ook nog de oplosbare vezels. En dat is echt het voedsel voor je bacteriën. Dit wordt ook wel de prebiotische vezels genoemd. Hier vallen ook die FODMAP's onder. En dat is dus eigenlijk heel gezond. Want die bacteriën hebben wel voedsel nodig om te kunnen groeien. En als we ontlastingonderzoek doen, zien we heel veel mensen die te weinig goede bacteriën hebben.
Maar dat is eigenlijk heel gek, want bacteriën kunnen zich supergoed vermenigvuldigen. En dat kunnen ze elke 20 minuten. Dus als je te weinig goede bacteriën hebt, dan komt dat misschien omdat je ze niet genoeg te eten geeft. En dat moet je ook niet doen met je goudvis, zeg maar. Dan drijft hij ook ondersteboven in de kom. Dat moet je ook niet doen met je bacteriën. Dus wat geef je ze dan te eten? Nou, eigenlijk alle vergeten groenten. Dus zoete bataat, aardperen, pompoen, pastinaak. Maar ook heel veel soorten fruit, heel veel soorten bonen, haver, de ouderwetse havermout. Dat is echt dat wat jouw bacteriën te eten geeft. En dat moet je echt gewoon dagelijks in je voeding hebben zitten. En ook daar weer zoveel mogelijk variatie natuurlijk in. Ja, dan hebben we nog de levende bacteriën. Hè, vroeger, voordat de koelkast werd uitgevonden, fermenteerden we onze groenten om het langer houdbaar te maken. En dat waren eigenlijk, was dat de probiotica van la lettre. En dus daar zitten levende bacteriën in. Denk aan zuurkool of kimchi, dat is Koreaanse zuurkool. Denk aan kefir, dat zie je nu wel steeds meer in de supermarkt verschijnen. Je hebt waterkefir, dus meer een soort limonade. En melkkefir is een beetje karnemelkachtig. Kombucha is ook een beetje een soort limonadeachtig drankje met levende bacteriën erin. Heel veel mensen doen dat gewoon niet. Maar we hebben wel altijd dat contact nodig met levende bacteriën. En dus als je niet meer veel buiten komt en je eet ook nog eens geen levende probiotische voeding, dan is contact met bacteriën is wel heel, heel magertjes, zeg maar. En dan zou het kunnen dat je zegt, ik ga toch daar probiotica voor slikken. Net zoals dat als jij patat eet, dat is prima voor een keer, maar je hebt wel nog steeds je vitamine C nodig. Dan kun je dat als een pilletje slikken eventueel, snap je? Dus zo werkt het dan ook. Modder is niet iets wat je per se moet eten, maar meer dat je met je handen in de modder moet zitten. En tot slot, dat vind ik altijd gewoon leuk om te vertellen. Wat kun je doen voor je darmgezondheid? Je kunt bijvoorbeeld poepen met een krukje. En dat heeft ermee te maken dat je rondom het laatste deel van je darmen een band aangespannen is. Die eigenlijk ervoor zorgt dat je darmen in een soort knikje getrokken worden. Waardoor je niet, als je staat, per ongeluk ontlasting verliest. Best wel handig, vind ik dat persoonlijk. Maar als je gaat zitten, zoals dat je op de wc zit in een hoek van 90 graden, dan ontspant die band zich maar ten dele. Dan zit er dus nog steeds een beetje een bochtje zo in die darmen. En dan moet je best wel moeite doen om die ontlasting eruit te werken. De natuurlijke houding van de mens om zijn behoefte in te doen, was gehurkt. En dan zitten je knieën hoger dan je navel. En dan ontspant die band zich helemaal. En dan wordt eigenlijk het laatste deel van je darmen helemaal recht. En dan is het veel makkelijker om die ontlasting kwijt te raken. Kan je natuurlijk zeggen, ik ga de moestuin in, ik graag een kuiltje en ik doe wat ik moet doen. Maar dat is misschien een beetje omslachtig. Je hebt dus speciale krukjes die je onder je wc kan schuiven. Ze heten de Squatty Potty. Je vindt ze onder andere bij mij op de website, maar natuurlijk ook wel op andere plekken. En de meeste mensen die dat eenmaal hebben gebruikt, iedereen zegt, ik vind het een beetje raar. Maar als je dat eenmaal hebt gebruikt, heb jij er een, Marieke? Nee, ik heb het niet. Oh. Ik zie hier wel mensen die dat ook schrijven, dat ze er heel erg blij mee zijn. Ja, dat wordt dan inderdaad toch wel tijd. Dus even nog weer samengevat. En dan doen we nog een paar vragen en dan wil ik ook wel een keer naar bed. Gooi gewoon de rotzooi uit je dieet. Je weet natuurlijk heus wel dat hoe bewerkter, hoe erger het is. Weet je? Dus het betekent echt niet dat je alleen maar de hele dag een beetje wortels moet knagen. Maar probeer het gewoon zo gezond mogelijk te houden. Met zonder pakjes en zakjes en dat soort dingen. Probeer niet al te vaak te eten op een dag. Ga ook aan de slag met je stressmanagement. Want je kan niet verwachten dat je helemaal gezond gaat eten, glutenvrij, de hele toestand. En als jij nog gewoon stress hebt, dan gaat dat nog steeds klachten geven. Eet alles waar je op moet kouwen. De onoplosbare vezels. De onoplosbare vezels, alles waar je op moet kouwen. Eet oplosbare vezels, dus de vergeten groenten. En eet levend voedsel, de gefermenteerde voeding. Dit gaan we zo meteen doen. Ik doe nog even een paar vragen. En dan wil ik ondertussen van jullie, gewoon voordat we straks gaan afronden, doe even in één woord, wat is nou je belangrijkste inzicht van wat we vandaag hebben gedaan? Dus typ dat en dan ga ik ondertussen nog een paar vragen beantwoorden. Oké? Okay? Heb jij dingen eruit gevist of moet ik zelf even lezen? Ik denk dat je zelf ook even mee moet kijken. Want ik weet niet precies waar jij zegt van, hé, wat vind ik nou handig om hierop te reageren? Even kijken hoor. Ja, ik vind het. Mensen reageren ook op elkaar, dus ik raak dan soms een beetje. Snap ik. Ja, als je celiakie hebt, kan het dan zijn dat je suikers en vetten slechter verwerkt? Ja, en zeker in de periode dat je nog niet. Kijk, als je celiakie hebt, dan duurt het 6 weken minimaal voordat alle laatste sporen van gluten uit je lijf zijn verdwenen en je dus pas kunt beginnen met herstellen. En zeker in die periode kan het zijn dat je inderdaad ook die andere voedingsstoffen minder goed verwerkt of opneemt. Ja.
ja, een orthomoleculaire benadering, ondersteunend nemen van een hele hoop supplementen. Ja, weet je, supplementen moeten afgestemd worden op de persoon. En je kan eigenlijk niet supplementen erin schuiven zonder dat je onderzoek hebt gedaan. Dus dat begint altijd met onderzoeken. Kijk, natuurlijk kun je best zeggen van, hey, ik heb toch het idee dat mijn enzymen niet goed zijn. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik een enzymsupplement bij mijn voeding neem. Ik noem maar wat. Maar uiteindelijk, als je echt wel dikke klachten hebt, dan moet je ook bereid zijn om te investeren en te gaan kijken naar waar komen die klachten vandaan. En daar is ontlastingonderzoek en bloedonderzoek soms heel, heel zinvol in. En dat is ook bijvoorbeeld met PDS. Weet je, PDS wordt bij de huisarts, ja, ze doen een paar onderzoekjes. Oh, het is geen celiakie, het is ook geen darmkanker, maar je hebt nog steeds klachten. Nou, dan is het prikkelbare darm. Terwijl daar begint het pas. Je moet dan door gaan zoeken. Er zijn zoveel andere oorzaken voor prikkelbare darmsyndroom. Bijvoorbeeld die niet-celiakische glutenovergevoeligheid die altijd over het hoofd wordt gezien. Ja, dus het begint en eindigt echt wel met onderzoek. Denise, wat is een mening over pre- en probiotica kuur? Ja, dat kan dus zinvol zijn, maar niet om je klachten helemaal op te lossen. Kijk, omdat een probiotica slik je om het milieu in je darmen beter te maken, zodat jouw eigen darmflora kan uitgroeien weer tot een gezonde kolonie. Het is niet zo dat als jij een enzymtekort hebt of een allergie, dan gaat die probiotica dat niet voor je oplossen. Probiotica zie ik meer als dagelijkse aanvulling voor het geval je dus niet die gefermenteerde voeding eet. En natuurlijk, als je een behandeling doet, dan is probiotica daar ook een onderdeel van. Maar gewoon zo, soort van random, ja, ik heb darmklachten, dus ik ga maar probiotica slikken, dat is niet helemaal hoe het werkt. Even kijken. Er komen wel hele leuke reacties binnen, hoor. Oh, ja, dat is fijn. Ja. Dat is fijn. Ik zit nog even bij die vragen. Thuis waterkevier, ja precies. Ja, het is een beetje zuurig, dat klopt. Verzakking van de endodarm met 35 graden. Dan weet ik, hangt af van wat voor verzakking het is. Oh, jullie schrijven echt heel veel. Zijn er betrouwbare online deskundigen die je aan de hand van bloed- en ontlastingonderzoek verder kunnen helpen? Ja, ik. Maar ik ben natuurlijk niet de enige. Maar wat wel het verschil is dat wij werken eigenlijk altijd van het onderzoek. Dus je kunt, als je dat wil, bij ons ook het onderzoek doen los en dan niet bij ons onder behandeling komen. Omdat je bijvoorbeeld met de resultaten uit het onderzoek al heel veel informatie hebt waar je zelf mee aan de slag kunt. Als er eigenlijk uit het onderzoek komt, je kunt niet tegen gluten, je kunt misschien tegen een paar andere dingen niet. En je eet weinig vezels, dus je moet je darmflora beter te eten geven. Ja, dat kan je allemaal zelf, daar heb je mij niet voor nodig. Maar als er bijvoorbeeld iets van parasieten gevonden worden, ja, dan is het wel handig als je daar echt een goede therapeut op zet. Omdat ik zie ook nog veel te veel mensen die dan een soort van ja, parasietenkuurtje van het internet halen. Ja, dat weet je, ik heb echt niet voor de grap 15 jaar gestudeerd, zeg maar. Weet je, dat werkt gewoon niet op die manier. Ik zou willen dat het zo was, want het zou natuurlijk veel makkelijker zijn. Maar laat je dat ook niet aanpraten, want je moet echt weten, wat is de situatie? Waarom is die zoals die nu is? En zeker in het geval van parasieten, dan zit er echt zo'n enorm verhaal achter, weet je, aan behandelplan. Dat is gewoon niet één kuurtje van het internet. En dus het is heel belangrijk dat als je een therapeut vindt, of ik dat nou ben, of dat het iemand anders is, die je vertrouwt, waarvan je kunt merken, die hebben genoeg kennis, die weten echt waar het over gaat. Het is niet dat ze zomaar een cursusje erbij hebben gedaan en dat zie je dan. Ja, en dat ze ook genoeg onderzoek moeten willen aanvragen. Ik hoor vaak van mensen, ja, jullie pakketten zijn heel duur. Nee, wij nemen heel veel onderzoek af bij het laboratorium. Onze pakketten zijn eigenlijk goedkoop, alleen ik doe heel veel onderzoek. Dus het is beter om voor €500 alles te weten dan voor €350 ja, net niks, zeg maar. Weet je? Dat je net wel weet van, nou, kan ik tegen gluten, maar je weet dan verder nog niks over hoe zit dat dan. Dus er is echt wel over nagedacht. En natuurlijk ben ik niet de enige. Hè? Ik ben niet de enige goede darmflorotherapeut in Nederland. Maar ze zijn er zeker wel. Er staat een brood op het overzicht. Ja, dat klopt. Van de onbewerkte voeding. Want inderdaad, Natasja, ja, er zijn gewoon ook mensen die kunnen wel tegen gluten. En die kunnen best wel eens een keer gewoon een goed ambachtelijk gebakken broodje eten. Ik gun het ze van harte, want het is hartstikke lekker. Even kijken. Een dagmenu? Nee, een dagmenu kan ik je niet geven. Zo, 1, 2, 3. Dat duurt te lang. Wat als de waardes van gliadine en transglutaminase niet voldoende dalen bij een glutenvrij dieet? Dan zou ik bijna denken dat er glutenfouten in je dieet zitten. Dat er toch sporen zijn van gluten. Hangt ook een beetje vanaf, als je dat 2 dagen later meet, dan werkt het natuurlijk niet. Maar als het zeg maar echt wel een paar weken later is, of een paar maanden later misschien zelfs, en het blijft niet dalen, ja, dan
dan kan het bijna niet anders dan dat er sporen van gluten nog ergens in je dieet zitten. Nou, ik kom er een beetje... Dit zijn nog heel veel vragen. Nee, je bent alleen aan de bovenkant zijn er nog een paar bijgekomen. Okay. Waar we eventueel iets mee kunnen. En ja. Anders... En dan denk ik dat we zo gaan afsluiten. Ja. Even kijken. Waar moet ik zijn met jullie? Nou, groenevrouw.nl, dat is mijn website. Onder het kopje ontlastingonderzoek zie je de pakketten die we nu hebben. Die gaan wel binnenkort veranderen. Dus wees er snel bij, zou ik bijna zeggen. Dat vind ik lullig. Ik wil niet pushen en reclame maken, maar dat is gewoon waar. Even kijken. Als je al langere tijd glutenvrij en melkvrij eet, komt er dan uit de ontlasting dat je daarover gevoelig bent? Nee, je moet het wel echt eten van tevoren. Alleen het verschil is dus bij celiakie moet je dat gewoon 6 weken lang elke dag boterhammen blijven eten. En bij ons kun je gewoon 2 of 3 keer even wat gluten eten. Ik zeg dan altijd, eet iets wat je super lekker vindt. Want als je er dan buikpijn van krijgt, heb je er tenminste nog lol aan gehad, zeg maar. En dan kunnen we dat gewoon al testen. Heel belangrijk. Ik weet niet of jij daar wel eens vaker over geroepen hebt, Marieke. Maar als je geen brood meer eet, als je glutenvrij gaat eten, let op je jodium. Dat kan zeker, ja. Dat is belangrijk. Ja, dat vergeten mensen echt heel snel. Jodium zit niet van nature in brood. Dat wordt toegevoegd aan het zout waarmee brood gebakken wordt. Omdat we het verder bijna niet in ons dieet hebben. Dat komt omdat het in schaal- en schelpdieren zit. En allemaal dingen die wij eigenlijk helemaal in zeewier, dat eten allemaal helemaal niet zoveel. Dus als je stopt met gluten eten, dan moet je je jodium aanvullen. En ik vind het meest prettige middel daarvoor de Biotix druppeltjes. Die smaken nergens naar. Je doet gewoon elke dag 2, 3, 4, 5 druppeltjes in een glas. En dan drink je dat op en dat is klaar. Ja, maar het is heel belangrijk om daarop te letten. Krijg ik jou vergoed met mijn aanvullende verzekering? Nee. Nou, soms de consulten wel, maar de onderzoeken helaas niet. Even kijken hoor. Brood niet meer te pakken als uitgangspunt. Kijk, weet je, ik vind dat je eigenlijk wel minimaal 400 gram groente op een dag moet eten. Dus dat red je niet met 1 bord spruitjes in de avond. Dus dat betekent dat je eigenlijk automatisch ook groente moet gaan verplaatsen naar onder andere de lunch. Hè, dus ik ben eigenlijk helemaal af van het hele broodverhaal, behalve als ik een keer inderdaad onderweg ben of er is wat. Weet je, dus en dan neem ik glutenvrij brood. En daar is het prima voor. En het is natuurlijk helemaal niet erg als je een keer een glutenvrij cracker eet. Maar wees je ervan bewust dat als jij probeert om 400 gram groente alleen in de avondmaaltijd, dat gaat hem niet worden. En dus hevel dat over naar de lunch. En met een beetje oefening en geduld met jezelf krijg je daar best wel handigheid in. En hoeft het niet heel ingewikkeld te zijn per se. Even kijken, wat nog meer? Nou, ik denk dat ik het wel zo... dit was ook een vraag die veel terugkwam inderdaad. Kun je over celiakie en niet-celiakische gluten overgevoeligheid, kun je daar overheen groeien? Nou, celiakie niet, dat hou je gewoon altijd. Glutensensitiviteit, ik heb er een beetje twijfels bij. Het is wel zo precies eigenlijk wat jij zei, Marieke, dat op het moment dat die darmen helemaal goed in conditie zijn, je enzymen zijn op orde, je maagzuur is op orde, je darmflora is op orde, dan zul je best wel weer wat gluten soms kunnen hebben. Maar dat verschilt heel erg per persoon. En dat kan ik eigenlijk niet voorspellen. Ja, dus wat ik zeg, de een kan best wel weer eens een keer een koekje eten. En de ander moet er helemaal vandaan blijven. Ik ken iemand die heeft glutensensitiviteit. En die kan echt niet een patatje dippen in de mayonaise waar een bitterbal in is gedipt. Want die ligt gewoon 3 dagen vanaf. Ja, maar ik ken ook mensen die dus, bijvoorbeeld zoals ik. Ja, die croissant, ik had er niet super veel last van, weet je. Omdat ik weet van, nu mijn darmen zijn gewoon in balans. En ja, het is niet... Het is niet fantastisch, ik moet het ook niet elke week doen, maar het is niet dramatisch. Snap je? Dus er zit heel veel variatie in en dat kun je eigenlijk alleen maar zelf ontdekken. Dus kun je er overheen groeien? Maar het kan zijn dat je op den duur wel weer een klein beetje kunt handelen. Oké, ik denk dat we zo ongeveer alle vragen wel beantwoord hebben. Hoop ik tenminste. Nou, we hebben een hele leerzame avond volgens mij gehad. Ik hoop het ook. Ja, ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Even, resume. Wil je mij verder terugvinden? Groenevrouw.nl is de website. Het grootste feestje wordt op dit moment op Instagram gevierd. Dus Instagram @degroenevrouw. Daar zit ik eigenlijk al mijn kennis te delen. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over gluten, maar over heel veel aspecten van je gezondheid. Elke woensdagochtend kenniskwartier. Nou, weet ik het. Je vindt me overal nergens. En um, als,
als je het boek wil aanschaffen, dan vind ik het superleuk als je dat bij mij op de website doet. dan krijg je hem ook, net als bij bol.com en zo, krijg je hem gewoon gratis zonder verzendkosten toegestuurd binnen een dag. Dus dat. Daar staan alle boeken. Is er nog iets wat ik moet vertellen of moet zeggen? Het enige is na afloop, of in elk geval waarschijnlijk morgen of uiterlijk donderdag, zullen we de opname ook delen. Dus mocht je het nog rustig terug willen kijken, ik zal jouw linkjes er ook nog bij zetten van als mensen het even niet meer weten. Ja. En dan krijg je die gewoon via de e-mail binnen en dan kun je gewoon kijken wanneer je wil. Verder, ik vond het echt super, ook voor mij heel erg leerzaam weer. Ook gewoon weer dingetjes die ik weer geleerd heb, waar ik zeker ook mee verder kan. Nou, mochten er verder nog vragen zijn, dan kun je in principe mij nog wel even een berichtje sturen. Ik weet natuurlijk niet alles inhoudelijk over jouw presentatie. Nee, maar mochten er dingen zijn over de organisatie van de presentatie, dan gaat het mee. We hebben ook wel eens andere dingen te doen, zeg maar. Zeker. Dit was het. Het is ook nog, ik denk dat ik best wel heel veel informatie heb gegeven, zeker voor een webinar. Dus weet je, dan kun je bijvoorbeeld als je echt persoonlijke vragen hebt bij mij. Ik heb een half uurtje kennis, dat kun je bij mij op de website aanschaffen. Dan heb je mij een half uur aan de telefoon en dan kun je echt al je vragen stellen. Kijk, nou dat zijn denk ik voor mensen die echt persoonlijke vragen hebben. Ja, dat is niet voor een behandeling, dus niet voor een behandelplan op te stellen. Maar als je wil weten welke supplementen kan ik nou slikken, hoe weet ik of het een goede probiotica is. Ik heb deze klachten, maar ik kan niet helemaal determineren hoe of wat. Weet je, dat zijn allemaal vragen. Of ik ben bijvoorbeeld zwanger, ik wil weten welke waar moet ik op letten. Weet je, dat zijn allemaal vragen die ik in een half uurtje kennis heel goed kan behandelen voor je. En verder dus inderdaad bij de ontlasting onderzoeken. Ja, dan ga je echt, als je echt serieuze darmklachten hebt en je wil daarmee verder, dan is dat de aangewezen plek. Ja, nou ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen een oplossing kan zijn. Juist ook omdat er zoveel, iedere situatie is uniek en iedere persoon is uniek. Ja, en je dus kan het gewoon niet zeggen. Je kan niet, je moet het ook niet geloven als iemand tegen jou zegt, oh, je hebt die klacht, dan heb je die oorzaak. Dat kan gewoon niet. Dus het is echt belangrijk om daar gewoon goed zelf naar te kijken. Ja. Nou, onwijs bedankt voor vanavond. We gaan zo lekker afsluiten. Ja. Lekker slapen. En als je morgenochtend nog meer wil zien, bij jouw kenniskwartier kunnen mensen door voor de afterparty. Helemaal goed. En wellicht tot snel weer. Dankjewel allemaal in elk geval. Tot ziens. Dag.